Dus waar gaan we het over hebben? Nou, we beginnen met de staat. We gaan het over staatsrecht hebben. Dus dan moeten jullie natuurlijk weten wat een staat is. Ik neem aan dat jullie al een soort introductievak, encyclopedie of zo hebben gehad, waar dat ook een beetje in is behandeld. Maar het is wel belangrijk om daar iets over te zeggen. Dus wat is een staat? Zoals Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, een staat is. Eigenlijk is dat vrij. In theorie zijn daar wel duidelijke regels over. Dus een staat moet bestaan uit een groep personen, dat is een bevolking. En die groep personen leeft op een bepaald grondgebied. Jullie zien dat hier staan, hè? Dat is het territorium van de staat. En die groep personen die leeft op dat grondgebied, die moeten geregeerd worden door een overheid die effectief en daadwerkelijk gezag uitoefent over die bevolking op dat grondgebied. Dat is het effectief gezagcriterium. En dan moet die staat moet ook in staat zijn om onafhankelijk op te treden in de internationale wereld. Dus die staat moet ook in staat zijn om betrekkingen aan te gaan met andere staten. Dat is een beetje het idee. Dat vierde criterium, daar is enige discussie over of dat een extra criterium is of een consequentie van staat zijn. Ja, maar die eerste drie zijn onomstreden. Bevolking, grondgebied, effectief gezag. Dus hoe word je nou een staat? Nou, dan moet je voldoen aan die criteria. Maar de vraag is natuurlijk, wie bepaalt dat? Dus wie gaat dat beoordelen of een bepaalde bevolking of een bepaald grondgebied, of die voldoet aan die criteria? Nou ja, dat is meer een kwestie van internationaal recht, dus daar wilde ik niet te veel over zeggen. Maar eigenlijk is het antwoord, ja, niemand. Er is niet een objectieve instantie die een soort rubber stamp geeft, van vanaf nu ben je een staat. Zo werkt dat niet. Dus er zijn bepaalde entiteiten waarvan het staat zijn tot op de dag van vandaag betwist wordt. Misschien de meest bekende is Palestina. Palestina wordt door de meeste staten in de wereld erkend als staat en wordt door hen ook behandeld als staat. Maar Nederland als een van de weinige staten erkent Palestina niet en behandelt dat dus ook niet als een staat. Ik wil daar verder niet op ingaan, maar dat is gewoon een voorbeeld. Dus die erkenning van een staat, dat is heel erg afhankelijk van wat de andere staten ervan vinden. Maar het is niet zo dat als de helft van de internationale gemeenschap plus één vindt dat je een staat bent, dan ben je een staat. Zo is dat niet. Dus er is niet een objectieve instantie. Dus sommige entiteiten kunnen vanuit het gezichtspunt van één staat staat zijn en vanuit het gezichtspunt van de andere niet. En er is geen enkele objectieve instantie die dat kan uitmaken wie gelijk heeft. Maar goed nieuws voor jullie, dat Nederland een staat is, dat wordt niet betwist. Dus Koninkrijk der Nederlanden is een staat en voldoet aan die criteria. Wat ik wel interessant vind, even een heel klein beetje over uitweiden, is dat eerste criterium, een groep personen, een bevolking. En vooral vanwege de uitslag van de laatste verkiezingen wilde ik wel iets zeggen over wat dat nou betekent, een bevolking. Want daar zijn heel veel misverstanden over. Dus wat constitueert nou precies een volk? Wat is een volk? Wat is het Nederlandse volk? Er zijn bepaalde criteria voorgesteld. Van wanneer gaan we van een volk spreken? Criteria die zijn voorgesteld zijn, er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijk ras of etniciteit. Dat is misschien de meest vergaande. Een gemeenschappelijke religie, een gemeenschappelijke cultuur. Dat zouden dan criteria zijn om te bepalen of iets een volk is, of een bepaalde groep mensen een volk zou zijn. Maar ja, je begrijpt natuurlijk gelijk al, die criteria zijn heel erg onomstreden. Denk bijvoorbeeld aan cultuur of religie. Wat is dan de Nederlandse cultuur? Wat is de Nederlandse religie? Jullie weten misschien nog heel lang geleden, toen de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid zo'n rapport aanbood, identificatie met Nederland,
Dat was in 2007. Toen zei prinses Maxima, die zei, ja, de Nederlander bestaat eigenlijk niet. En daar is ze toen enorm op aangevallen. Want als de Nederlander niet bestaat, ja, waarom hebben we dan een inburgeringscursus die mensen moeten gaan doen? Waarom hebben we een inburgeringsexamen, et cetera? Maar dat idee van een gemeenschappelijke identiteit als een soort criterium voor een bevolking, dat is natuurlijk meer en meer problematisch. Ja, maar waarin ligt dan die gemeenschappelijkheid? Dus wanneer kan je spreken van een bevolking? Nederland is natuurlijk niet langer een protestantse natie, dat lijkt me vrij duidelijk. En wij zijn intussen een multiculturele en multireligieuze samenleving. Dus waarom zijn wij dan een volk? Nou ja, ik zou zeggen, en dat is ook een beetje de heersende leer, dat het vooral gaat over zelfidentificatie als volk. He, dus als die groep Nederlanders die op het Nederlandse grondgebied leven, als die zichzelf beschouwen als volk, zonder dat ze echt weten wat hun nou precies met elkaar tot elkaar brengt, dan zijn ze een volk. Dus het gaat om de wil om met elkaar te leven en toch een zekere gedeelde geschiedenis. Een soort collectieve gedeelde herinneringen, maar dat moet niet te ver gaan. Dus dat wilde ik nog even zeggen over volk. He, maar je kunt het ook heel plastisch beschouwen. He. Er moet gewoon een groep personen leven op een bepaald grondgebied. En er moet iemand zijn die gezag heeft over die groep. De belangrijkste eigenschap van de staat, en dat is zowel op internationaal niveau als op staatsrechtelijk niveau van belang, is soevereiniteit. De staten zijn soeverein. Nou, dat is natuurlijk belangrijk om een beetje te weten wat dat betekent. En er zijn eigenlijk twee benaderingen van soevereiniteit. Je kan soevereiniteit beschouwen als een internationaal rechtelijk concept, maar ook als een nationaal rechtelijk concept. Dus het is van belang op die beide niveaus. En ik wilde me natuurlijk concentreren op dat nationaal niveau. Maar eerst even over internationaal niveau. Dus het begrip soevereiniteit, dat wordt geassocieerd met een soort hoogste macht. Ja, dus er is een soort macht die geconcentreerd is ergens. Vroeger zou die macht dan toekomen aan de vorst, de koning. Maar tegenwoordig accepteren wij dat niet meer en ligt die soevereiniteit bij het volk, bij ons allemaal. Maar dat maakt het natuurlijk gelijk een stuk ingewikkelder. Want hoe kan macht geconcentreerd zijn in 17 miljoen mensen? Op internationaal niveau betekent soevereiniteit van de staat vooral dat andere staten zich niet met dwang mogen inmengen in de interne aangelegenheden. Dus België mag wel suggesties doen hoe wij ons land moeten besturen, maar mag er niet dwang opleggen. Dus mag ons niet dwingen tot bepaald beleid. Zo, dat is wat soevereiniteit betekent. En ook betekent soevereiniteit op internationaal niveau dat de staat der Nederlanden nooit gedwongen mag zijn tot bepaalde normen. Dus als Nederland een bepaald verdrag niet sluit, is Nederland daar ook niet aan gebonden. De staten zijn in beginsel soeverein, dus onafhankelijk. Er is geen hogere macht. Dus als ze zich willen binden aan bepaalde normen, dan doen ze dat vrijwillig. Dat is het idee van soevereiniteit op internationaal niveau. Nou, wat betekent het op nationaal niveau? Nou ja, daar heeft het misschien wat minder betekenis tegenwoordig. Maar het gaat vooral om die concentratie van macht. Dus wat is de soevereine entiteit binnen de staat der Nederlanden? En dan, eigenlijk is er niet echt meer zo'n concentratie. Dus een bepaalde persoon of ambt die al die macht naar zich toe getrokken heeft, zoals vroeger. Zelfs de grondwetgever, dat zou je misschien als de allermachtigste instantie kunnen beschouwen. Die kan niet doen wat hij wil. Die is ook gebonden aan bepaalde regels en beginselen. Dus soevereiniteit op nationaal niveau heeft nog zeker wel belang, maar het is niet zo essentieel als in de internationale verhoudingen. Nou, dat is de staat. En dan zijn er verschillende soorten staten.
Daar wil ik ook heel even met jullie naar kijken. Dus wat voor verschillende soorten staten zijn er? En omdat dit natuurlijk vooral over Nederland gaat, wilde ik het eigenlijk vooral hebben over de vorm, hè, waar Nederland ook een voorbeeld van is. Dus je hebt eenheidsstaten en je hebt federale staten, of federaties. Grof gezegd zijn dat een beetje de twee smaken. Dus dit gaat over de staat, hè, niet over de regering. Straks ga ik over regering hebben. Je hebt ook verschillende regeringsvormen, maar je hebt ook verschillende staatsvormen. Dus daar gaan we het eerst over hebben. Dus je hebt eenheidsstaten. Nou ja, eenheidsstaten hebben één grondwet, nou ja, zoals Nederland. En die overheidsfuncties, hè, dus wetgeving, rechtspraak en bestuur, zijn soort van geconcentreerd in een bepaalde connectie, verband. Of, ja. Maar goed, daar ga ik straks nog meer in detail over hebben. En dan heb je een gedecentraliseerde en een gecentraliseerde eenheidsstaat. En het verschil tussen die twee is dat een gedecentraliseerde eenheidsstaat ook nog eens verdeeld is in meerdere territoriale subbestuurseenheden. En dat is natuurlijk met eigen, hè, zelfstandige bevoegdheden. En zo is Nederland natuurlijk ingedeeld, dat weet iedereen. Dus je hebt het rijksniveau en dan heb je provinciaal niveau, provinciale staten. En dan heb je daaronder ook nog een heleboel gemeentes die ook een eigen bestuur en regelgevende macht hebben. Dus Nederland is zo'n gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar je hebt ook ander soort staten, zoals een federale staat. Denk aan de Verenigde Staten van Amerika, maar ook Duitsland bijvoorbeeld. Dus een federale staat is eigenlijk een soort verzameling van staatjes die vaak een eigen grondwet hebben, een eigen gerechtshof, een eigen parlement enzovoort. Zo is in ieder geval de Verenigde Staten wel ingericht. En dan is er op federaal niveau ook een soort regering en ook een rechter en ook een grondwet. Maar die houdt zich eigenlijk alleen maar met federale zaken bezig. En die staten binnen de federale staat, die hebben, ja, grotendeels eigen autonomie en bevoegdheden. Dus dat is wel echt een groot verschil tussen onze provincies en de staten in de Verenigde Staten van Amerika. Nou ja, confederatie is een beetje ingewikkeld, want dat is eigenlijk niet echt een staatsvorm, maar meer een soort verzameling staten die onder een internationaal verdrag samenwerken. Dus dat is niet echt een staatsvorm. Misschien dat die er niet bij moet staan. Denk aan de Europese Unie bijvoorbeeld. Maar goed, wij beschouwen dat niet als een staat. Maar dat is meer een soort samenwerkingsverband, heel hecht samenwerkingsverband tussen soevereine staten. Nederland is dus een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat is wel belangrijk om te weten. Met van die lagere overheden die toch wel bepaalde bevoegdheden hebben. Maar daar gaan we volgende week gaan we daar wat uitgebreider op in. Oké, wat betekent nou regeringsvorm? Wat voor regeringsvormen zijn er? Nou ja, we hadden net gezien, een van de criteria van staat zijn is dat er een groepje mensen is dat effectief gezag heeft over de rest. Nou, er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen, dat effectief gezag uitoefenen. Het is heel belangrijk om te onthouden, om staat te zijn moet je een regering hebben die effectief gezag uitoefent. Er worden verder geen voorwaarden gesteld aan legitimatie, democratische gehalte enzovoort. Hè. Dus een staat die geregeerd wordt door een of andere dictator is toch een staat. Die hoeft geen democratie te zijn. Nou ja, dus wanneer men spreekt over regeringsvormen, dan gaat het over hoe dus die hoogste ambten zich tot elkaar verhouden en ook tot de burger. En dan hebben we ook weer verschillende, maar ik wilde eigenlijk gelijk naar Nederland. Hè, dus Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Nou ja, tot het makkelijkste om dingen uit te leggen als je ze vergelijkt met het tegenovergestelde. Dus wat is het tegenovergestelde van een constitutionele monarchie?
ja, dat is een soort absolute of totalitaire monarchie, hè, met een koning die op geen enkele manier in zijn macht beperkt is. Nou, dat hebben wij niet. De macht van de koning wordt beperkt door de grondwet en ook door de praktijk, dus ongeschreven regels. Als je kijkt in de grondwet, als je de grondwet gewoon eens leest, stel je bent een marsmannetje en je krijgt de Nederlandse grondwet en je gaat die lezen, even aangenomen dat hij dan Nederlands spreekt, dan denk je dus dat de koning enorm machtig is. Maar in de praktijk valt dat natuurlijk heel erg mee. Dus zowel wat er in de grondwet staat als de constitutionele tradities, die beperken de macht van de monarch in Nederland aanzienlijk. Maar Nederland is niet alleen een constitutionele monarchie. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Nou, wat betekent dat? Dat is eigenlijk waar een heel groot deel van dit college over gaat. Wat is het Nederlands parlementaire stelsel en hoe zit dat in elkaar? Eigenlijk bestaat dat uit drie pijlers en die gaan we dus ook behandelen. Dat is het vertrouwensbeginsel of de vertrouwensregel. Het idee van ministeriële verantwoordelijkheid. En dan heb je ook nog het ontbindingsrecht. Dat laatste is niet super belangrijk, dus daar ga ik niet heel veel over zeggen. De twee belangrijkste beginselen van het parlementaire stelsel zijn die ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel. En die hebben ook heel veel met elkaar te maken. Dus ja, daar wilde ik straks nog veel meer over vertellen. Nou, nu weten we wat een staat is. We weten verschillende staatsvormen. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. En we weten ook verschillende regeringsvormen. En we hebben geconcludeerd dat Nederland een constitutionele monarchie is. Constitutie is zelf als grondwet. Dus een koninkrijk met een koning die in zijn macht aanzienlijk beperkt is door een grondwet en een grondwettelijk systeem en traditie. En dan heeft Nederland ook nog eens een parlementair stelsel. Dus dat is de regeringsvorm in Nederland. Oké, nou, wat is dan staatsrecht? Wat we nu gaan doen? Wat is dat precies? Waar gaan we dan precies over hebben? Nou ja, staatsrecht is een onderdeel van wat wij noemen publiek recht. En publiek recht kun je onderscheiden van privaatrecht. Dus publiek recht gaat over... Sta ik eigenlijk voor die slide? Moet ik niet hier gaan staan? Zie, ik sta er toch gewoon voor, of valt dat wel mee? Oké. Zo, kan je dat dan zien? Serieus? Hoe kan dat dan? Nou ja, maakt niet uit. De staatsrecht is een vorm van publiek recht. Jullie kijken gewoon recht door mij heen. Dus publiek recht is het recht dat de verticale relatie tussen de overheid en de burger regelt. Maar ook, want dit is een beetje een beperkte definitie, ook de relatie tussen de overheidsambten onderling. En privaatrecht, dat klopt wel, dat gaat over het recht dat de horizontale relatie tussen de burger regelt. Maar ook daar moet je weer enige nuance aanbrengen, want soms handelt de overheid als een soort burger, in bijvoorbeeld privaatrechtelijke betrekkingen. En ja, dan is ook het privaatrecht van toepassing. De overheid kan bijvoorbeeld een onrechtmatige daad plegen. En ja, dat doet de overheid eigenlijk best vaak. En dan moet je dus naar de burgerlijke rechter, om de rechter te vragen of er inderdaad sprake is van een onrechtmatige daad. Er zijn tegenwoordig heel veel van die onrechtmatige daadsacties die eigenlijk meer met publiek recht te maken hebben. Ik denk dat sommige kennen jullie wel, zoals de Urgenda-zaak. Dan is de kwestie is of Nederland wel ambitieus genoeg is in zijn beleid om klimaatverandering tegen te gaan. Nou ja, dat lijkt niet echt op een relatie tussen burger-burger. Maar toch speelt zo'n zaak dan voor de burgerlijke rechter. Omdat dat dan gezien wordt als een onrechtmatige daad die gepleegd wordt tegen ons. Dus dat wij in ons belang worden geschaad. Dus publiek recht, privaat recht. Maar goed, zodra je iets meer geconcentreerd gaat kijken, is dat onderscheid wel wat meer fluïde dan het lijkt.
En dan staatsrecht houdt zich dan primair bezig met, nou, je ziet dat hier staan, bestuderen van het statuut en de grondwet en de organieke wetten. Statuut gaan we niet echt naar kijken in deze cursus, dat is ook een keuze, hadden we ook anders kunnen doen. Dus we focussen ons echt op Nederland en niet op die koninkrijksrelaties. Die zijn heel interessant trouwens, maar we kunnen niet alles behandelen. En we kijken ook naar de organieke wetten. Dat zijn wetten in formele zin, waarin dus die organisatie van de staat verder wordt uitgewerkt. Er zijn er heel veel van. Kieswet, gemeentewet staan hier als voorbeelden. En meestal staat er in de grondwet een opdracht aan de wetgever in formele zin om zo'n organieke wet te maken. Ja, dus die organieke wetten hebben heel vaak een soort opdracht, een soort basis in de grondwet. Dus daar gaan we naar kijken. We gaan ook kijken naar politiek staatsrecht. En dat gaat dan over de relatie tussen de regering en parlement. Regering en parlement. Dus die regering-parlementsrelatie. Dus dat heeft heel veel te maken met ons parlementaire stelsel. Daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. Ja, hier staat ook ambtenarij bij. Misschien dat ik dat volgende week wil bespreken, want ik vind dat wel een interessant onderwerp. Ik weet niet of jullie een beetje de krant lezen en zo. Maar tegenwoordig zijn er steeds meer ambtenaren die zich verzetten tegen het overheidsbeleid. Die dus gaan protesteren en uit de school klappen en hun frustraties uiten. Dat is eigenlijk vrij ongebruikelijk. Dus het leek me wel leuk om daar ook iets over te zeggen. Maar dat wilde ik eigenlijk volgende week doen, omdat dat ook te maken heeft met vrijheid van meningsuiting. En dat is een grondrecht. En de grondrechten behandelen we volgende week. En dan gaat dus om de vraag of ambtenaren of die ook dat recht hebben en in hoeverre ze gebonden zijn aan hun functie en hun loyaliteit aan de politiek. Maar goed, het parlementaire stelsel gaat dus vooral over de relatie tussen regering en parlement. Waar het staatsrecht ook heel veel over gaat is decentralisatie. Dus hoe zijn de provincie georganiseerd en de gemeente. Maar het gaat ook over de relatie tussen die verschillende overheidslagen. Dus wat is de relatie tussen het rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau? Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het staatsrecht. En daar gaan we het volgende week over hebben. En dan grondrechten. Dat is by far mijn favoriete onderwerp. Dat gaat over rechten die je als burger hebt tegenover de overheid. Dat heeft altijd iets heel revolutionairs en daarom vind ik dat leuk. Want de overheid is heel machtig. Dus dan is het leuk als individuele burger om die macht te betwisten en te bevechten. Dat is een beetje onze rol. Om de overheid alert te houden. Dus daar gaan grondrechten over. Dus wij hebben een soort privésfeer, waarbinnen de overheid niet mag treden. Maar wij hebben ook allerlei politieke rechten. Dus wij kunnen ons ook echt bemoeien met de politiek. Want het zou echt heel slecht zijn als wij denken van, nou ja, de overheid daar die bepaalt het allemaal. En wij zijn een soort willoze werktuigen. Nou ja, dat is niet zo. Dus die grondrechten die geven ons allerlei rechten en mogelijkheden. Ja, het heeft een soort emancipatoren functie. Dus dat is mijn favoriet onderwerp. Dat komt volgende week. En helemaal aan het einde van dit college wilde ik het ook nog hebben over de verhouding tussen de politiek en de rechter. En dat is eigenlijk een stuk eenvoudiger dan de relatie tussen regering en parlement. Omdat de rechter die wordt eigenlijk zoveel mogelijk met rust gelaten. Die heeft niet echt heel veel relatie met die andere twee machten. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus de rechter, onpartijdig, onafhankelijk, die laten we met rust. Maar de regering en het parlement die zijn constant met elkaar bezig. Dus dat is echt een heel groot verschil. Het staatsrecht kun je eigenlijk ook op een andere manier benaderen. Dat wilde ik toch al even zeggen. Je kunt het staatsrecht ook zien als een soort recht dat gaat over de samenstelling, verhouding en bevoegdheden van verschillende
ambten. Dus verschillende overheidsfuncties. De regering, staat-generaal, gemeenteraad enzovoort. Dus je zou het staatsrecht ook zo kunnen omschrijven dat dat het recht omvat wat zeg maar de samenstelling van regering, staat-generaal enzovoort bepaalt, de bevoegdheden daarvan en de verhouding tot andere ambten. Je zult in de rest van het college zien dat dat is wel een beetje hoe het, mijn college is opgebouwd. Dus ik ga het meestal hebben over samenstelling, bevoegdheden en verhouding tot andere ambten. Je zou het staatsrecht ook op die manier kunnen definiëren. En dan kijk ik met name naar het rijksniveau vandaag. Dus naar de regering, staat-generaal, minister en de rechter. Koning natuurlijk ook, maar die is in feite niet zo heel belangrijk. En dan volgende week wilde ik het hebben over provinciale staten en gemeenten. Dus dat decentrale niveau, dat komt vandaag niet echt aan bod. Nou, waar staat het staatsrecht? Dat willen jullie natuurlijk ook weten. Hoe weet ik dit allemaal? Dat staat natuurlijk ergens, want we zijn met rechten bezig. Dus dat staat in de wet, in wet en regelgeving. Je hebt natuurlijk ook staatkunde of staatsrechtelijke politiek. Dat is een ander vak. Wij gaan het hier over de regels hebben. Het belangrijkste is gewoon de grondwet. Dus daar ga ik heel veel naar verwijzen. De grondwet geeft een soort overzicht van de ambten, vooral op rijksniveau. Welke bevoegdheden die hebben, hoe ze zich tot elkaar verhouden. En je vindt daar ook de grondrechten. Dat is een beetje wat er in de grondwet staat. Dan heb je gewoonterechtelijke ongeschreven regels. Dat is voor een Nederlands student altijd een beetje lastig om dat te begrijpen, omdat wij daar niet zo vertrouwd mee zijn. Maar bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten zijn heel veel regels ongeschreven. Dus die kun je nergens terugvinden. Dus die haal je dan uit de jurisprudentie, dus de uitspraken van rechters en zo. Dus daarom is in dat soort jurisdicties is de rechter ook veel belangrijker en ook veel bekender. Bijvoorbeeld, wie van jullie weet wie er in de Hoge Raad zitten? Een naam van een rechter? Nee, niemand weet dat. In Amerika zou iedereen dat weten. De US Supreme Court, iedereen weet wie daar in die US Supreme Court zit. En dat komt omdat US Supreme Court gewoon politiek veel belangrijker is in zo'n systeem wat meer judge-made law is. Ik heb zelf ook geen idee wie er in de Hoge Raad zit. Dus ik zou dat nu niet weten. Een naam. Gewoonterecht, we hebben het wel, maar het is niet heel belangrijk in ons systeem. We hebben het wel, maar er zijn er niet zoveel van. Het is wel heel belangrijk, sorry. Dat moet even gewist worden. Dus er zijn er niet veel, maar wel heel belangrijk. En de belangrijkste, en daar ga ik het nog wel over hebben natuurlijk, is de vertrouwensregel. Die staat dus niet in de grondwet, maar die staat ook nergens anders. Dus die is ongeschreven. Vertrouwensregel. En een ander voorbeeld zijn de regels rond de kabinetsformatie. Dat is wat nu gaande is. We zijn bezig met het formeren van een nieuw kabinet. En hoe dat precies gaat, daar is een bepaalde procedure voor. Maar die vind je maar heel ten dele in regels, in regelgeving en in wetten. Dus het reglement van orde van de Tweede Kamer zegt daar wel iets over. Over formateur, informateur enzovoort. Maar hoe dat dan precies gaat, die stappen en zo, dat vind je niet. Dat is gegroeid in de praktijk. En daar houden politici zich wel aan. Dus dat gaat wel altijd volgens diezelfde procedure. Dus wanneer kun je dan spreken van een gewoontelijke regel? Hij is ongeschreven, dus hij staat niet in een wet of andere regelgeving.
Dus wat, hoe weet je dan of iets gewoon terecht is? Nou ja, dan moet je kijken of er sprake is van een consistente en uniforme praktijk. Ja, dus gedragen mensen zich altijd op een bepaalde manier. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook kunnen laten zien dat deze mensen zo handelen in een soort overtuiging dat zij rechtens daartoe verplicht zijn. Ja, dus de kabinetsformatie is volgens mij een heel duidelijk voorbeeld. Dus dat gaat volgens een vaststaande procedure. En dat is niet omdat dat handig is of omdat dat goed uitkomt. Maar mensen die hierbij betrokken zijn, die voelen zich ook echt verplicht om die procedure te volgen. En als ze daar wijzigingen in aan willen brengen, ja, dan voelen ze zich ook verplicht om dat uit te leggen. Hè? Waarom zouden wij afstappen van een bepaalde gewoonte? Want gewoonterechtelijke regels kunnen natuurlijk wel veranderen. Ze staan niet vast of zo. Ze kunnen evolueren. En dan heb je daarnaast nog, dus gewoonterechtelijk ongeschreven recht, gewoon onthouden, dat is de vertrouwensregel. Je hebt ook, om het een beetje ingewikkeld te maken, je hebt ook bepaalde beginselen die deels gecodificeerd zijn en deels gewoonterecht zijn. En daarvan is het belangrijkste voorbeeld het legaliteitsbeginsel, maar dat ga ik straks nog in detail behandelen. Dat is wel gecodificeerd, maar slechts ten dele. Dus voor een groot deel is dat ook gewoonterecht. En dan heb je een enorme hoeveelheid geschreven regelingen, anders dan de grondwet. Daar zijn ook verschillende categorieën van. Ja, dus je hebt die organieke wetten. Ja, die wetten in formele zin, die worden vastgesteld op basis van zo'n opdracht tot wetgeving in de grondwet. Ja, dus kieswet, gemeentewet enzovoort, provinciewet. Maar ook, wat hebben we verder nog? Daar zijn heel veel voorbeelden van en die komen ook straks aan boord. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde verdragen die rechtstreekse werking hebben in de Nederlands nationale rechtsorde. En de allerbelangrijkste, dat zien jullie volgende week, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is echt super belangrijk in de Nederlandse nationale rechtsorde. En wordt eigenlijk gewoon toegepast als ware het nationaal recht. En ook het recht van de Europese Unie natuurlijk. He, dat valt daar ook onder. En dan heb je allerlei reglementen. Reglementen van orde enzovoort. Dat zijn geen wetten in formele zin. He, maar die bepalen wel grotendeels de regels van het staatsrecht. Ook daar ga ik in het verloop van dit college heel veel naar verwijzen. Wij leven in een democratische rechtsstaat. En dat is misschien het allerbelangrijkste begrip van dit hele college. In ieder geval het staatsrechtelijke deel daarvan. Democratische rechtsstaat. Wat is een democratische rechtsstaat? Het bestaat uit twee begrippen, hè, democratie en rechtsstaat. Dus het is denk ik het handigste om die apart te nemen. Het woord democratie gaat om het idee dat het volk, hè, dat zijn wij dan, het hoogste gezag heeft. Ja, dus wij bepalen wat er gebeurt in dit land. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet echt hoe dat werkt. Hè, want gewoon alleen al uit praktische overwegingen moet die macht geconcentreerd worden binnen een bepaalde groep mensen die dat dan namens ons doen. Maar een democratie bestaat eigenlijk uit verkiezingen. Met om de 4 jaar, dus niet eens in de zoveel jaar, maar om de 4 jaar verkiezingen. En burgers, dat zijn wij dan, wij moeten het recht hebben niet alleen om te stemmen, maar ook om actief mee te doen aan die verkiezingen. Dat is een beetje het idee van democratie. Dus het moet niet voorbehouden zijn aan een bepaalde elite of een bepaalde groep mensen. Iedereen zou in beginsel daaraan mee kunnen doen. Ja, dus we hebben gelijkelijk het recht om leden van onze volksvertegenwoordiging te kiezen. Maar we hebben ook gelijkelijk het recht om daartoe gekozen te worden. Actief en passief kiesrecht.
Dus democratie gaat erover dat wij als burgers invloed hebben op de macht van de overheid. En als we een beetje ons best doen, kunnen we daar ook gewoon deel van uitmaken. Dat is het idee van democratie. En dan, ik wil daar straks nog iets meer over zeggen, maar dit is in essentie. En dan, wat is dan die rechtsstaat? Nou, dat is waarschijnlijk nog moeilijker om dat goed te definiëren. Er zijn heel veel meningsverschillen over. Maar de essentie is wel duidelijk. Dus een rechtsstaat is een staat die geregeerd wordt door het recht. De organisatie van een rechtsstaat is er dus op gericht om burgers te beschermen tegen de almacht van de overheid, maar ook om ambten binnen de overheid te beschermen tegen elkaar. Dus het gaat heel erg over bedoelingen om een soort almachtige overheid te beteugelen. En dat wordt dan gedaan door het recht. Het idee is een beetje, het is eigenlijk gebaseerd op een soort realistisch mensbeeld. Ja, dus mensen zijn niet te vertrouwen. Ja, mensen willen zoveel mogelijk macht naar zich toe trekken. En willen met die macht ook dingen doen die vooral henzelf goed uitkomen. Zo zitten mensen in elkaar. Dus wat moet je dan doen? Je moet mensen die enorme macht naar zich toe weten te trekken, die moet je op een bepaalde manier onder controle houden. Dat die niet te machtig worden. Ik moet altijd denken aan dat verhaal van Ulysses. Ken je die? Die wilde een keer, moest hij zo langs een eiland varen waar allemaal sirenen op woonden. En sirenen die kunnen heel mooi zingen. Hij wilde dat graag horen. Maar hij wist ook dat als hij naar dat geluid van die sirene zou luisteren, dan zou hij helemaal gek worden. En dan zou hij recht op dat eiland afvaren en dan zou zijn boot tegen de rotsen te pletter slaan. Ja, dus hij wist van zichzelf, dat geluid, die zang van die sirene, daar kan ik geen weerstand aan bieden. Ik ga gek worden. Dus wat deed hij? Hij vroeg aan zijn matrozen om hem vast te binden aan de mast. Dus, en dan konden ze toch daar langs varen. Kon hij naar het geluid, de zang van de sirene luisteren. Hij zou helemaal gek worden. Maar omdat hij vastgebonden was aan de mast, zou hij niet echt gevaarlijk kunnen zijn. Want die matrozen zouden gewoon die boot langs dat eiland sturen. En zouden niet te veel op hem letten. Jullie vragen natuurlijk af, waarom werden die matrozen dan niet gek? Die deden allemaal was in hun oor. Dus die konden dat geluid, die zang niet horen. Maar het idee is, op een moment dat je nog rationeel kan denken, ga je jezelf vastbinden aan de mast. Omdat je weet, later ga ik misschien gekke dingen doen. Zo wordt de rechtsstaat ook vaak gezien. De rechtsstaat, dat zijn zeg maar die touwen waarmee je jezelf vastbindt. Waarmee je dus je macht probeert te beperken voor het geval dat je helemaal gek en macht wellustig wordt. En die touwen, dat is dan de wet, het recht. Dus de rechtsstaatgedachte ziet dus op die grenzen die gesteld zijn aan overheidsoptreden. En die grenzen staan in de wet. Dus een rechtsstaat, een staat die regeerd wordt door het recht, kun je dan onderscheiden van een soort totalitaire staat, waarin het staatshoofd letterlijk kan doen wat hij wil. Wat is dan de verhouding tussen dat democratie en rechtsstaat? Dus wat is dan een democratische rechtsstaat, als je het dan met elkaar verbindt. Eigenlijk is het wel duidelijk hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus als alles geregeerd wordt door het recht, dan geeft dat je ook bepaalde politieke en burgerrechten als individu. En die kun je gebruiken om je democratische verantwoordelijkheid te nemen. Dus je hebt allerlei rechten om te participeren in de politiek.
Dat is democratie. En die rechten, die staan vast. Dus een totalitaire koning of zo kan daar niet aan tornen. Dus die politieke rechten en vrijheden worden ook beschermd door het recht. En dat element van democratie en rechtsstaat, dat komt ook heel goed terug in bepaalde beginselen. Zoals het legaliteitsbeginsel, wat ik straks zal behandelen. Nu even een overzicht van die beginselen, dus niet in detail. Nou, het legaliteitsbeginsel heb ik al een hele tijd naar verwezen. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Elk overheidsoptreden moet berusten op een wet of een regel. Dus elk overheidsoptreden moet gebaseerd zijn op een wet. En dan gaat het vooral om dwingend overheidsoptreden. Dus als de overheid zich met dwang bemoeit met ons leven, maar ook met andere overheidsambten. Dat beginsel, het legaliteitsbeginsel, dat voorkomt een soort willekeurige, op eigen macht en belangen geconcentreerde overheid. En het maakt ons leven, ons politiek leven, voorspelbaar en stabiel. Een tweede beginsel van de democratische rechtsstaat is dat er een algemene regel moet bestaan ten aanzien van burgerbelastend overheidsoptreden. Dat lijkt een beetje op het legaliteitsbeginsel, maar de bedoeling is om aan te geven dat elk overheidsoptreden moet gebaseerd zijn op een regel die al bestaat. Dus je kunt niet achteraf nog een regel maken, dus geen terugwerkende kracht. Dus voor elk overheidsoptreden moet al voorafgaand aan dat optreden een algemene regel bestaan. En dan de derde, dat is de machtenscheiding. Dat is, het idee is een beetje dat de uitvoerende en de wetgevende macht niet geconcentreerd kunnen worden in één ambt. Dus ook daar een machtenscheiding. Doordat ze de hele basis van ons parlementair stelsel. En dan democratiebeginsel. Dus wetgeving, wet en regelgeving moet door de kiezer zelf tot stand zijn gebracht. Dus de kiezer moet zelf uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle wet en regelgeving. Nou ja, het ideale scenario is natuurlijk een directe democratie. Dat we allemaal onder een grote boom gaan zitten en de regels bepalen. Maar dat kan natuurlijk niet, want we zijn met 18 miljoen, 17 miljoen, weet ik niet precies. Maar met heel veel mensen, dus dat kan niet. Dus in plaats van directe democratie hebben wij indirecte democratie. Dus we kiezen onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. En die moeten dan elke 4 jaar weer die verantwoording afleggen. Ja, de Eerste Kamer heeft natuurlijk iets minder democratisch gehalte. En dat gaat via provinciale staten. Maar uiteindelijk hebben die ook een zekere democratische basis. Dus dat democratiebeginsel betekent dat wij een zekere invloed hebben. En dat we dat allemaal in gelijke mate hebben. Dat is democratie. Dus indirecte democratie, verkiezingen, maar dat is niet genoeg. Dus naast het recht om elke 4 jaar een stem uit te brengen, zijn er ook allerlei vormen van indirecte democratie. Dus jullie kunnen je op allerlei manieren, als je dat wil, bemoeien met wat er gebeurt in de politiek. Tegenwoordig worden heel veel wetsvoorstellen voorgelegd aan het volk via een internetconsultatie. Dat is een vorm van directe democratie. Je hebt ook referenda, die zijn er de laatste tijd wat minder, want we hebben een beetje ongelukkige ervaringen daarmee gehad. Maar dat is ook een voorbeeld van directe democratie. Ze hebben niet alleen het recht om elke 4 jaar te kiezen, er zijn ook andere vormen.
En dan onafhankelijke rechter. Daar gaan we later nog over hebben, aan het eind van dit college. Klassieke grondrechten, dat zijn de politieke rechten. Het recht om aan de verkiezing deel te nemen enzovoort. Maar ook vrijheid van meningsuiting is een heel belangrijk politiek recht. En ook heel belangrijk is, een belangrijk element van die grondrechten is beschermen van de minderheid tegen een zeer uitgesproken meerderheid. Dat lijkt nu een beetje van belang te worden, want we hebben een beetje dubieuze regering die er nu aanstaande is. Maar oké, daar moet ik misschien te veel over zeggen. En dan, de kans is groot dat bepaalde groepen binnen onze samenleving, dat die daar last van ondervinden. En grondrechten dienen ook vooral om hun belang te behartigen. Dus dat zijn de klassieke grondrechten. Tot slot, voordat we gaan pauzeren. De regering heeft in 2016 een algemene bepaling toegevoegd aan de grondwet, waarin het belang van die democratische rechtsstaat wordt benadrukt. Dus nu begint de grondwet met: de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Dat staat nu. Voordat we beginnen met de artikelen, staat dat in de grondwet. Dus dat is nog even om te benadrukken. Wij zijn een democratische rechtsstaat en we zullen dat altijd blijven, tenzij de grondwet wordt aangepast. Oké, misschien kunnen we nu even pauzeren. Hoe laat is het nu? Dus dan gaan we weer verder om 9:15. Nee. Hoe laat is het nou? Wacht. Om 9:55, toch? Maar dan moet hij echt hier zitten en helemaal klaar voor de volgende episode, hè? 9:55. Ja, we gaan weer beginnen. Ik ga nog heel even iets zeggen over het legaliteitsbeginsel. En daarna gaan we kijken naar de samenstelling van de politiek, regering en parlement en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus eerst nog heel even iets over het legaliteitsbeginsel. Omdat dat gewoon heel belangrijk is en omdat het ook belangrijk is dat jullie dat goed begrijpen. En ik wilde daar ook een arrest bij betrekken. En dat brengt ons op een interessant punt. Want op zich worden die arresten natuurlijk ook in de werkgroepen behandeld. Maar ik vind het ook wel leuk om die arresten in het hoorcollege te behandelen. En dan is het fijn als jullie die arresten echt bij je hebben. Want dan kan ik gewoon zeggen wat de belangrijkste paragrafen zijn. En dan kun je die gelijk onderstrepen. Begrijp je? Begrijpt jullie? Sorry. Begrijpt u?
Dus je moet, waarschijnlijk hebben jullie dat nu niet gedaan, maar kunnen jullie volgende week je wettenbundel, en nee, wettenbundel hoeft niet, jurisprudentiebundel meenemen? Want volgende week hebben we heel veel arresten, of relatief veel, en die wilde ik wel echt met jullie bespreken. En dan is het leuk om die arresten soort van samen te lezen. Dat hoeven we vandaag niet te doen, want vandaag zijn er maar heel weinig arresten. Maar voor volgende week zou dat heel leuk zijn. Dus neem de jurisprudentiebundel mee. Dat is belangrijk, volgende week. En dat geldt eigenlijk ook voor de bestuursrechtcolleges. Oké, legaliteitsbeginsel. Nou ja, dat eigenlijk betekent dat gewoon geen bevoegdheid van de overheid zonder een grondslag in grondwet of wet. En wet is dan wet in formele zin. Dat is natuurlijk vooral om machtsmisbruik te voorkomen. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk element, het element eigenlijk van de rechtsstaat. Ik bedoel, daar komt het allemaal op neer. Maar ja, dat legaliteitsbeginsel. Er zijn natuurlijk een aantal vragen over. En wat een interessante vraag is, die we meestal behandelen, is of dat legaliteitsbeginsel alleen geldt voor dwang of ook voor presterend overheidsoptreden. Dus als de overheid ons iets geeft, moet daar ook een grondslag voor zijn in de grondwet of in de wet in formele zin, of vinden we dat wel prima? We krijgen iets. Gaan we dan moeilijk doen over een wettelijke grondslag? Of is dat eigenlijk wel oké? Dat is één grote vraag. Geldt het legaliteitsbeginsel ook voor presterend optreden? We weten dat het geldt voor dwang. Dus altijd als de overheid zich met dwang begeeft in ons leven, of mengt in ons leven, dan moet daar een wettelijke grondslag voor zijn. Dat is ook heel logisch. Maar geldt dat ook als de overheid ons iets geeft? Dat is een vraag. Die kunnen we wel nu gelijk behandelen. Nou ja, het belangrijkste voorbeeld van presterend overheidsoptreden is natuurlijk het geven van geld. Als de regering ons geld geeft, dat is presterend overheidsoptreden. Dus subsidie. De overheid kent heel veel subsidies uit. In de wetenschap, een groot deel van ons onderzoek wordt betaald uit subsidies. Maar ook in de kunst bijvoorbeeld. Geen enkel theatergezelschap kan functioneren zonder subsidie. En ga zo maar door. De vraag is of er voor het uitkeren van subsidies, of daar ook een grondslag voor moet zijn in grondwet of wet in formele zin. Waarschijnlijk is het antwoord dat dat wel wenselijk is, want dat zou goed passen in ons staatsbestel, maar dat dat niet per se een dwingende eis is. En mijn collega die verwijst daarbij altijd naar artikel 423 eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat gaat over het uitkeren van subsidies. Dus volgens dit artikel, en nou ga ik citeren: een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Nou, dat is een vorm van het legaliteitsbeginsel. Maar, dan gaat het verder, deze regel is niet van toepassing in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste 4 jaren wordt verstrekt. Dus de regel, liefst wel. Liefst wordt subsidie verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift, maar het is niet verplicht. Er zijn uitzonderingen. Dus dan zou je kunnen betogen, legaliteitsbeginsel is ook van toepassing op presterend overheidsoptreden, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus dat is eerder wenselijk dan echt een keiharde verplichting. Maar als het gaat om het uitoefenen van dwang, is het wel een keiharde verplichting. Dan is de vraag natuurlijk weer, waar haal ik al deze wijsheid vandaan? Waar vinden jullie dat? Zoals ik voor de pauze al zei, het legaliteitsbeginsel is niet volledig gecodificeerd, dus het is deels ook gewoonterecht.
Maar je vindt er wel sporen van. We zagen net in de Algemene Wet Bestuursrecht, zie je daar een spoor van. Maar ook in de grondwet zelf. En dan is vooral artikel 16 en artikel 89 van belang. Dus wat staat in artikel 16 van de grondwet? Daarin staat, geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Dus geen feit is strafbaar wanneer dat niet van tevoren strafbaar gesteld is in de wet. In het wetboek van strafrecht, bij voorkeur, maar er zijn ook andere bijzondere strafrechtelijke regelingen. Dat is natuurlijk een voorbeeld van het legaliteitsbeginsel, maar dit is natuurlijk vrij beperkt. Het gaat alleen maar over het strafrecht. En dan heb je artikel 89 grondwet. Daarin staat, algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Voorschriften door straffen te handhaven worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. En de wet bepaalt ook de op te leggen straffen. Maar ja, dat gaat weer over straffen. Alleen gaat dit dan straffen volgens het bestuursrecht en niet het strafrecht. Maar het gaat wel vooral weer over straffen. Maar het legaliteitsbeginsel gaat niet alleen over dwang in de zin van straffen, maar ook andere vormen van dwang. Dus het legaliteitsbeginsel heeft een veel groter bereik dan alleen zoals dat hier gecodificeerd wordt in de grondwet. Dus gecodificeerd ja, maar slechts ten dele. Oké. Bij dat legaliteitsbeginsel hoort een arrest. En dat is het arrest de avondklok. Dus dat staat in jullie bundel. Als je hem bij hebt, kun je daarin lezen. Maar ik ga dat denk ik vooral volgende week doen. Want misschien dat niet iedereen die nu bij zich heeft. Dat arrest avondklok is wel interessant, want dat gaat over coronatijd. Dat was best een traumatiserende ervaring voor ons, denk ik. Ja, ik was toen niet in Nederland, maar ik heb dat wel een beetje meegekregen dat jullie het niet makkelijk hadden toen. Dus waar ging dat avondklokarrest over? Dus vanaf maart 2020, waarschijnlijk kunnen jullie dit allemaal nog wel herinneren, had het kabinet allerlei maatregelen genomen om de verdere verspreiding van dat virus, om dat te beteugelen. En een van die maatregelen was dus de op 22 januari 2021 afgekondigde avondklok. Volgens mij betekende dat jullie niet naar buiten mochten tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends. Tenzij je je hond moest uitlaten en zo waren er nog wat van die uitzonderingen. Maar in principe mocht je dus niet naar buiten tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends. Volgens mij ging toen iedereen een hond aanschaffen omdat je dan wel naar buiten mocht. Ja, dus dat was de regel. En dat was een ministeriële regeling die gold van 9 februari 2021 tot maart 2021. Dus een regeling afgekondigd door de minister van Veiligheid en Justitie. En die had die regeling gebaseerd op artikel 8 van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Dat is een soort noodrecht. Volgens die wet kun je dus, als er sprake is van een noodsituatie, bepaalde noodmaatregelen nemen. Die wet, buitengewone bevoegdheid burgergezag, die moet in werking gesteld worden. Dat moest eerst gebeuren, die wet moest in werking gesteld worden. En daarna mocht volgens die wet buitengewone bevoegdheden burgergezag, de minister van Veiligheid en Justitie het vertoeven in de open lucht beperken. Dus daar ging het om. En op basis van die bevoegdheid had dus die minister die ministeriële regeling afgekondigd. Nou, je had toen zo'n stichting Virus Waarheid, en die had de rechtmatigheid van die regeling betwist.
Volgens die stichting Virus Waarheid kon die COVID-regeling, anti-COVID-regeling, niet worden gebaseerd op die wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Want de verspreiding van een virus die de volksgezondheid bedreigt, was volgens die stichting geen buitengewone omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 1 van die wet. En artikel 1 van die wet stelt dat, en dan citeer ik weer, in geval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan er bij koninklijk besluit op voordracht van de minister-president deze wet in werking gesteld worden. Dus er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. En Stichting Virus Waarheid betwiste dat er sprake was van zoiets. Nou ja, de Hoge Raad die was van oordeel dat een toestand waarin dus de fysieke veiligheid van de gehele Nederlandse bevolking werd bedreigd door een dodelijk verspreidend virus, dat wel degelijk een buitengewone omstandigheid kan zijn die het noodzakelijk maakt om die uitzonderlijke bevoegdheden, competenties in werking te stellen. En de Hoge Raad verwierp ook het andere standpunt van de regering. Het andere standpunt van Stichting Viruswaarheid, dat dit een te vergaande maatregel was, omdat de regering ook een spoedwet had kunnen maken. En als je dat kunt, als je een spoedwet kunt maken, zo betoogde die Stichting Viruswaarheid, ja, dan moet je dat middel gebruiken en niet het meer ingrijpende middel van zo'n ministeriële regeling. Daar was de Hoge Raad het ook niet mee eens. Dus de Hoge Raad die vond dat die ministeriële regeling op een toereikende wettelijke basis berustte en heeft die regeling ook in stand gelaten. Overigens, maar dat is niet heel relevant voor dit twistpunt, overigens vereist die wet buitengewone bevoegdheden burgergezag ook dat er onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer gezonden moet worden omtrent het voortduren van zo'n noodmaatregel. En dat heeft de Tweede Kamer ook gewoon gedaan. Dus die ministeriële regeling die heeft maar heel even gegolden en daarna was er een noodwet. Belangrijk aan dit arrest is dus dat we dat heel serieus nemen, dat zo'n regeling die dwang bevat, dus jullie mogen niet naar buiten tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends, dat is dwang, dat die een wettelijke basis heeft en uiteindelijk een basis die teruggeleid kan worden tot grondwet en wet in formele zin. Dus ik heb hier de relevante rechtsoverwegingen genoteerd, dat ga ik niet altijd doen, maar omdat we nu niet dat echt bestuderen, heb ik dat er dan bij gezet. Dat betekent overigens niet, dat is altijd een groot misverstand, dat jullie de rest van het arrest niet hoeft te lezen. Hè? Want als je alleen maar die overwegingen leest, dan begrijp je er helemaal niks van. Dus je moet de context natuurlijk weten. En gelukkig is de rechter in Nederland altijd vrij kort van stof. Dus die arresten zijn niet heel erg lang. Dat is het legaliteitsprincipe. Dan nu regering en parlement. En hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Eerst een beetje hoe wij tot ons huidige systeem zijn gekomen. Ik ga niet heel veel over de parlementaire geschiedenis zeggen. Want je hebt die webcast op de... Hoe heet dat bij jullie? Canvas? Nee. Canvas. Dus op de Canvas site heb je een aantal filmpjes van mijn collega Nick. En die legt helemaal uit wat er allemaal gebeurd is in Nederland. En hoe ons parlementaire stelsel tot stand is gekomen. Dus dat ga ik nu natuurlijk niet herhalen. Maar de basis die komt natuurlijk wel uit die geschiedenis. Hè? Dus waar we nu zijn heeft van alles mee te maken met wat er vooraf gegaan is. Wat heel belangrijk is voor jullie te weten is trias politica. Hè? Die leer van de trias politica. Die is van Montesquieu. Tenminste, die heeft die leer in een boek uitgewerkt.
de l'esprit des lois in 1748. Iedereen denkt dus altijd dat het een Frans idee is, maar dat is helemaal niet waar. Want Montesquieu die liet zich inspireren door het Engelse systeem. Dus wat hij eigenlijk heeft gedaan, is dat opgeschreven wat hij zag gebeuren in Engeland. En daar is die trias politica leer uit ontstaan in zijn geschriften. Ja, dus hij zag dat er een onafhankelijk, min of meer onafhankelijk opererende, wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht was. En dat die machten min of meer onafhankelijk van elkaar opereerden. Dus het parlement maakte de wetten en was daarmee de wetgevende macht. De koning, destijds in Engeland, voerde de wetten uit en was dus de uitvoerende macht. En de rechter, die controleerde die uitvoerende macht en sprak recht. Hè? Dus dat was dan de rechterlijke macht. Nou ja, in het huidige Nederlandse staatssysteem is de essentie van die gedachte van de machtenscheiding, hè, van Montesquieu, is wel een beetje terug te zien, maar natuurlijk niet helemaal. Alles loopt een beetje in elkaar over hier in Nederland. Dus, en dat komt door de geschiedenis, dat komt door de ontwikkeling, onze gedeelde ervaringen, politieke ervaringen. Dus in hoeverre is dat idee van de trias politica in Nederland enigszins genuanceerd? Nou, daar zijn een aantal opmerkingen te maken. Misschien beginnen met de uitvoerende macht, dat is de regering en de ministeries en al die ambtenaren die daar werken. Ja, die doen natuurlijk veel meer dan de wetten toepassen en uitvoeren. Wat de uitvoerende macht ook doet, is gewoon het land besturen. Het politieke beleid bepalen, het land besturen enzovoort. Dus de uitvoerende macht is niet alleen uitvoerder van wat de wetgever heeft bedacht, maar de uitvoerende macht doet veel meer. Dus tegenwoordig noemen we dat ook wel de bestuurlijke macht, omdat dat element van besturen, daar gaat natuurlijk vooral het bestuursrecht over, dus dat komt over 2 weken, dat heeft steeds meer aan belang gewonnen. Dus bijvoorbeeld de vraag of Nederland zich moet aansluiten bij een bepaald verdrag, dat is een bestuursbeslissing en daar gaat de regering grotendeels over. Maar ook gewoon het onderhoud van het land, hè, dus de publieke ruimte onderhouden. Dat kun je moeilijk zien als het uitvoeren van wetgeving. Dus dat is 1. Misschien is de uitvoerende macht meer dan een uitvoerder, maar ook een bestuur. En andere is dat heel veel van die machten, en dan vooral parlement en regering, ja, eigenlijk een beetje in elkaar zijn vervloeid. Ja, dus de wetgevende macht, dat gaan we straks zien, die bestaat in Nederland eigenlijk uit de regering en de volksvertegenwoordiging. Dus de regering, de uitvoerende macht, doet ook gewoon mee met wetgeven. Dus is ook een belangrijk onderdeel van de wetgevende macht. Dat is misschien de belangrijkste nuance in die trias politica. Ja, en wat ook belangrijk is, is die controlerende functie van het parlement. Dus de regering voert de wetten uit en bestuurt het land, maar wordt daarbij voortdurend gecontroleerd door het parlement. Dus werkt niet onafhankelijk van het parlement, zoals in de Montesquieu-tijd het geval was. Ja, dus de koning destijds, die hoefde niet constant verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging. Die was gewoon aan het uitvoeren en werd daarbij met rust gelaten. In Nederland is dat niet. Ja, in Nederland moet de uitvoerende macht constant verantwoording afleggen aan het parlement, aan de volksvertegenwoordiger. Ja, dus er zijn allerlei nuanceringen te maken. En ja, daarmee kom je eigenlijk een beetje tot de conclusie misschien dat er niet zozeer sprake is van machtenscheiding, maar meer van een soort machtsevenwicht.
Ja, dus die verschillende machten die vloeien allemaal in elkaar over, maar die proberen elkaar een beetje in balans te houden. Dus ze zijn niet volledig gescheiden van elkaar, maar die proberen elkaar een beetje in balans te houden. Dat zijn een beetje de nuances. Dus wat dan ook wel wordt gezegd is dat we niet zozeer te maken hebben met een systeem van machtsscheiding, maar meer een systeem van machtsevenwicht en checks en balances. Dus die verschillende machten die controleren elkaar voortdurend, houden elkaar in de gaten en beteugelen ook elkaars macht. Oké, dan ga ik nu die twee politieke machten behandelen, dus de regering en dan daarna de volksvertegenwoordiging, dat is de staten-generaal. Dus eerst de regering. Sommige dingen moet je gewoon uit je hoofd leren. Hè? Dus wie is de regering? Nou, dat is de koning en de ministers. Dat vind je in artikel 42 grondwet. Daar staat dat gewoon. De regering wordt gevormd door de koning en de ministers. Dat is letterlijk wat er staat. Dus de regering is daarmee een entiteit die bestaat uit verschillende ambten. Dus je hebt de koning en je hebt de ministers. Als de regering zelfstandig handelt, dan doet ze dat bij koninklijk besluit. Dus als de regering, dus dat is de koning en de minister, als die regels stellen, doen ze dat bij koninklijk besluit. Zo noemen we dat. En dat betekent dat de koning een bepaald besluit moet ondertekenen en een verantwoordelijke minister doet dat ook. Dat staat in artikel 47. Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de koning en door één of meer ministers ondertekend. Dat is een essentialia, een procedure die altijd gevolgd moet worden. Dan het kabinet. Het kabinet, die term kabinet, die vind je niet in de grondwet. Dus dat is geen officiële juridische grondwettelijke term in die zin. Maar het is wel een belangrijke term natuurlijk om ons staatsbestel te ontwikkelen. En het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. Dus heel belangrijk, de koning hoort er niet bij. De koning hoort niet bij het kabinet. En dan zijn er verschillende soorten kabinetten. Maar het belangrijkste, en die hebben we eigenlijk altijd, parlementaire kabinetten, dat is het belangrijkste voor jullie om te begrijpen. Dat zijn kabinetten die die uit de Tweede Kamer komen en daar ook een vertegenwoordiging in hebben. Dus meestal een kabinet bestaat uit de fracties in de Tweede Kamer die daar ook een meerderheid vormen. Maar dat hoeft niet per se. Dus je hebt parlementaire meerderheidskabinetten. Dat is misschien het ideale scenario. Maar je hebt ook parlementaire minderheidskabinetten. Dat zijn dan kabinetten die in de Tweede Kamer niet per se een meerderheid hebben, maar die bijvoorbeeld gedoogsteun ontvangen van bepaalde andere partijen. Dus dat kan ook. En wat we nu hebben is een demissionair kabinet. Dat hebben we eigenlijk al heel lang. Wat zijn dat? Wat is dat, sorry? Dat is een kabinet die ontslag heeft aangeboden aan de koning. De koning heeft dat nog niet geaccepteerd, hè, maar het ontslagbriefje ligt er. De koning zal dat ontslag pas accepteren als er een nieuw kabinet is aangetreden. Maar tot dat moment is het huidige kabinet dus demissionair. Dat is wel belangrijk, want dat betekent dat een demissionair kabinet mag geen nieuw beleid ontwikkelen eigenlijk. Wat ze vooral moeten doen is op het land passen en een beetje de lopende zaken regelen. Maar ze mogen niet belangrijk nieuw beleid gaan aannemen. De regering en het kabinet, of de regering eigenlijk, die bestaat dus, wat ik eerder zei, uit de koning en ministers. Dus dat is wel leuk om daar even naar te kijken. Dus de koning, nou,
Dat is het staatshoofd. Hè, dat, officieel is hij het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Hè, dus niet alleen van Nederland, maar van het gehele Koninkrijk. En hij is ook lid van de regering. Dat zijn een beetje zijn twee functies. En dan de ministers. Ja, de ministers, wat moet je er allemaal over weten? Nou, die worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. Dat betekent dat dus de koning en een minister dat besluit tekenen. En dat is dan meestal de minister-president. En alle wettelijke en koninklijke besluiten worden door koning en minister ondertekend. Hè? Dus dat is belangrijk. Uit artikel 44, dat is wel interessant, kun je afleiden dat er ministers zijn die aan het hoofd staan van een bepaald ministerie. Maar er zijn ook ministers die dat niet doen. Dat is een belangrijk onderscheid. Dus ministers die wel aan het hoofd staan van een ministerie, dat zijn ministers met portefeuille. En ministers die dat niet doen, dat zijn ministers zonder portefeuille. Ja, dat zijn ministers die niet belast zijn met de leiding van een ministerie, maar die toch wel minister zijn. Dus die wonen zeg maar in bij een ander ministerie. Maar dat betekent niet dat ze een soort lagere functie hebben, hè? Het enige verschil is dat zij niet een eigen ministerie hebben en niet leiding geven aan wat er allemaal gebeurt. Ja, je hebt wel interessante voorbeelden daarvan. Ik had even gekeken. Misschien Rob Jetten, die kennen jullie misschien wel. Dat is een minister zonder portefeuille. Dat is minister van Klimaat en Energie. En die woont in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En de leidinggevende minister is dan Mickey Adriaansens, de minister van Economische Zaken. Een ander belangrijk voorbeeld is misschien Liesje Schrijnemacher. Dat is de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En die zit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat wordt, geloof ik, momenteel geleid door Hanke Bruinslot. Maar daar die minister van Buitenlandse Zaken die wordt steeds weer vervangen en veranderd. Maar ik denk dat zij nu daar de dienst uitmaakt. Dus wat ik al zei, ministers bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. En dan heb je de minister-president. En die is net iets belangrijker als de andere ministers. Dat kun je ook wel zien uit de grondwet. Het meest opvallende is dat het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, dat wordt mede door hem ondertekend, of haar, maar tot nog toe hebben we alleen maar mannen gehad. Dat is heel apart. Dus de minister-president die neemt zichzelf aan. Dat kan moeilijk anders, hè, want elk koninklijk besluit moet ook door een minister worden mede ondertekend. Dat waren de ministers. En dan nu de staatssecretarissen. Die staan ook gewoon in de grondwet. Hè. Dus bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen. Dat zie je in artikel 46 van de grondwet. Er is wel een soort hiërarchische verhouding tussen staatssecretarissen en de minister. En dat blijkt vooral uit het feit dat als een minister zijn ontslag aanbiedt, dat meestal de staatssecretaris dat ook doet. Dus ook verdwijnt. En andersom is dat niet. Als een staatssecretaris zijn ontslag aanbiedt, kan de minister gewoon blijven zitten. Dus de staatssecretaris is in bepaalde mate wel ondergeschikt aan zijn minister. Kijken wat we verder nog over staatssecretaris moeten weten. Ja. En dan de ministerraad tot slot. Daarin moeten we vooral kijken naar artikel 45 van de grondwet. Daarin staat, en dan citeer ik dat gewoon, de ministers vormen de ministerraad samen. Minister-president is daar de voorzitter van. En de ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.
Dus zij komen regelmatig bijeen, elke vrijdag is dat geloof ik. En dan hebben ze het over het algemeen regeringsbeleid. Staatssecretarissen zijn geen lid van de ministerraad, even voor de volledigheid. Maar ja, ze worden wel vaak uitgenodigd om mee te doen aan die vergaderingen, maar dan kunnen ze bijvoorbeeld niet stemmen. Nou, het is verder uitgewerkt, hè, de taken en bevoegdheden van de ministerraad in het reglement van orde voor de ministerraad. Ja, die hoef je niet in detail te weten, maar bepaalde, hè, dus reglement van orde voor de ministerraad. Maar bepaalde artikelen zijn wel leuk om even naar te kijken. Ja, het belangrijkste is denk ik artikel 12. Waarin staat, citeer weer, in geen geval handelt een minister of staatssecretaris tegen een besluit van de raad. Dus besluiten die zijn genomen in de ministerraad, die gelden voor alle leden van het kabinet en die moeten ook als zodanig worden uitgedragen naar buiten toe. Dus ministers of staatssecretaris, individuele ministers of staatssecretaris, kunnen dus niet openlijk zeggen dat ze het niet eens zijn met een bepaald beleid dat in de ministerraad is afgesproken. Tenminste, wanneer een minister of staatssecretaris het echt fundamenteel oneens is met dat beleid, dan moet hij of zij gewoon ontslag aanbieden. En die regel, dat is nu natuurlijk een beetje moeilijk te handhaven, want het kabinet is al demissionair. Dus als een minister zich uitspreekt tegen het beleid wat is overeengekomen in de ministerraad, ja, wat kun je dan als sanctie toepassen? Hè? Je kunt zo iemand niet ontslaan, want feitelijk is iedereen al ontslagen. Dus dat is een beetje ingewikkeld. Ja, en dan de minister-president, die heeft dus ook in die ministerraad een bijzondere rol, een leidende rol. Hij bepaalt de agenda, maar hij kan bijvoorbeeld ook, als er een gestemd wordt en er is een gelijk aantal, dan kan hij ook de doorslag geven. En ja, feitelijk geeft hij gewoon leiding aan die raad. Oké, dat is de regering. En dan even iets zeggen over hoe zo'n kabinet, hè, zo'n regering dan tot stand komt. Heel kort hoor. Kabinetsformatie. Ja, daar zijn we dus nu mee bezig. En zoals ik eerder al zei, die procedure is deels, of grotendeels eigenlijk gewoonterechtelijk. Je vindt er maar heel weinig terug in de wetgeving. Dus eerst heb je een ontslagaanvraag van het voorafgaande kabinet. Dat is al heel lang geleden, hè, dat kabinet Rutte ontslag aanbood, omdat ze die niet uitkwamen wat betreft migratie. En dan heb je verkiezingen op een gegeven moment. Dan wordt er een informateur benoemd. Die gaat dan kijken welke mogelijkheden er zijn om een nieuw kabinet te vormen. En dan wordt er een formateur benoemd en die krijgt dan de opdracht om daadwerkelijk ook zo'n kabinet te vormen. En ja, toen ik jong was, was koningin Beatrix echt heel belangrijk in deze procedure. Maar dat is veranderd. Dus het is nu eigenlijk de Tweede Kamer die dat proces een beetje managt. Hè? Dus die informateur en formateur worden benoemd door de Tweede Kamer en niet meer door de koning. Ja, grotendeels gewoonterechtelijk, maar je ziet wel in reglement van orde van de Tweede Kamer een beetje hoe dat werkt met het aannemen van een informateur en formateur. Dus in artikel 11, of hoofdstuk 11 eigenlijk, van het reglement van orde van de Tweede Kamer zie je nog wel enigszins wat regels. Oké, dat is de regering, hè, regering, regering. En dan nu de Staten-Generaal, dus dat is de volksvertegenwoordiging. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Oh ja, een beetje tijd in de gaten houden. De Staten-Generaal is waarschijnlijk het belangrijkste ambt in Nederland. Of, nou ja, de regering is natuurlijk ook belangrijk. Maar oké, een van de belangrijkste. En
ja, dat begrip parlement zat een beetje verwarrend. Hè? Dus sommige mensen gebruiken het begrip parlement als synoniem voor staten-generaal. Dus om te verwijzen naar onze volksvertegenwoordiging, dat is de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk. Maar in de krant, als er naar het parlement wordt verwijst, is dat meestal alleen de Tweede Kamer. Dus ook in de literatuur, ja, de wetenschappelijke literatuur, wordt dat begrip op die twee manieren gebruikt. Dat is een beetje verwarrend. Dus misschien om misverstand te voorkomen, kan je het beter hebben over staten-generaal en niet over parlement. De term parlement staat ook helemaal niet in de grondwet, hè? Dus dat is in die zin niet een grondwettelijke term. Nou, wat kan ik zeggen over de staten-generaal? Eerst kijken naar artikel 50. De staten-generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlands volk. Dus jullie zijn allemaal vertegenwoordigd in staten-generaal. De staten-generaal bestaat uit de Tweede en de Eerste Kamer. Dat is op zich interessant dat er eerst gezegd wordt Tweede en dan Eerste. Dat heeft een duidelijke betekenis. Dus de Tweede Kamer wordt duidelijk belangrijker geacht dan de Eerste. En dan de Tweede Kamer, dat zijn 150 mensen en de Eerste Kamer zijn er 75. Dat soort dingen moet je natuurlijk niet uit je hoofd leren. Dat staat gewoon in artikel 51 van de grondwet. Ja, dus wij hebben een tweekamerstelsel. Dat is interessant. We hebben een Tweede Kamer en een Eerste Kamer. Maar dat is helemaal niet evident. Hè? Ik heb niet echt heel veel onderzoek naar gedaan, maar volgens mij hebben de meeste landen in Europa niet twee kamers. Dus dat is niet een soort regel. Wij hebben Tweede en Eerste Kamer, dat is niet standaard of zo. En heel veel wetenschappers die bepleiten constant dat eigenlijk die Eerste Kamer wel kan worden afgeschaft. Ook hoogleraren staatsrecht bepleiten dat. We moeten wel even kijken wat dan die toegevoegde waarde is van die Eerste Kamer. Want de Tweede Kamer, ja, dat weten we allemaal. En dan, wat voegt de Eerste Kamer daar nog aan toe? Nou ja, het idee is een beetje dat de Eerste Kamer, dat die wat verder afstaat van de politiek. En dat die mensen ons eigenlijk een soort van behoeden tegen de waan van de dag. Dus als de Tweede Kamer zich wat te veel laat leiden door wat er vandaag de dag gebeurt, dan kan de Eerste Kamer wat meer afstand nemen en alles rustig beschouwen en bekijken en bestuderen. En die leden van de Eerste Kamer, dat is ook een soort part-time functie. Hè? Die komen maar één keer per week naar de Kamer op dinsdag. En de rest van de week hebben ze gewoon een andere functie. Dus dat zijn geen beroepspolitici in die zin. En de Eerste Kamer moet ook waken over de kwaliteit van de wetgeving. Dus het idee is dat de Tweede Kamer die maakt vooral uit politieke overwegingen wetgeving. En als dat dan naar de Eerste Kamer gaat, dan zou die daar wat rustiger met wat meer afstand naar moeten kijken. Dus de Eerste Kamer wordt vaak een soort chambre de réflexion genoemd. Waar deftige heren en dames rustig al die wetgeving op zich laten inwerken enzovoort. Maar in de praktijk is dat al lang niet meer zo. De Eerste Kamer is net zoveel gepolitiseerd als de Tweede Kamer. Dus eigenlijk al die argumenten waarom zo'n Eerste Kamer nuttig zou zijn, ja, die vallen daarmee eigenlijk een beetje in het water. Dus vandaar dat sommige mensen bepleiten voor afschaffing daarvan. De totstandkoming van de staten-generaal, die worden natuurlijk gekozen. Die mensen die daar zitten, die worden gekozen, dat weten jullie allemaal wel. Dus dan is het actief en het passief kiesrecht van belang. Dat zie je in artikel 52 tot 56 van de grondwet. Dus om lid van de staten-generaal te zijn, moet je Nederlander zijn, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en dat is het. Hè? Dat vind ik altijd wel interessant. Dus je hoeft niet naar school geweest te zijn. Je hoeft geen staatsrecht te hebben gestudeerd, dat is niet nodig. Het enige wat je hoeft te doen om
gekozen te worden tot Tweede Kamer is 18 jaar zijn of ouder en Nederlander. Dat is alles. Dus je opleidingsniveau, dat maakt allemaal niet uit. Dat is het recht om gekozen te worden. En aan die eisen moet je voldoen. En dan heb je ook het actief kiesrecht. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die 18 jaar ouder is en Nederlander. Maar voor dat laatste zijn wel bepaalde uitzonderingen. Dus sommige mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen toch meedoen aan de verkiezingen. Maar dat is wel vrij beperkt. Dat is een beetje hoe dat werkt. De Eerste Kamer is een stuk ingewikkelder, hè, maar dat weet iedereen wel. Dus de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Dus wij kiezen niet direct de leden van de Eerste Kamer, maar dat gaat via Provinciale Staten. Dat is hoe ons kiesstelsel in elkaar zit. Dus wij hebben een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Evenredige vertegenwoordiging. Hoe werkt dat dan? Wij kiezen gewoon en afhankelijk van hoeveel stemmen je bij elkaar verzamelt, hè, zo groot is je fractie en mensen die niet genoeg stemmen bij elkaar halen, die komen niet in de Tweede Kamer enzovoort. Maar het zou ook heel anders kunnen zijn georganiseerd. Dus je hebt ook landen, vooral Verenigde Staten, spreekt wel tot de verbeelding. En die hebben een meerderheidsstelsel. Wat betekent dat? Dan wordt het land verdeeld in verschillende districten. En dan binnen dat district vindt dan die verkiezing plaats. En dan is het een soort winner takes all. Hè? Dus als je dan zo'n verkiezing wint, dan ga je naar de volksvertegenwoordiging en anders niet. En op die manier gaan er natuurlijk heel veel stemmen verloren. Want alleen de winnaar is vertegenwoordigd in de volksvertegenwoordiging en de verliezer niet. Dus als je 51% van de stemmen haalt, die 49% is niet vertegenwoordigd. Dus wij hebben dat systeem niet, gelukkig. Wij hebben een systeem van evenredige vertegenwoordiging. Nederland is feitelijk gewoon één groot kiesdistrict, niet opgedeeld in verschillende districten. Waarom is dat handig? Ik zei al, gaan geen stemmen verloren. Maar dat heeft ook als belangrijk voordeel dat als je een heel klein beetje populair bent in heel veel delen van het land, kun je toch tot de Tweede Kamer worden gekozen. Dus je zal nooit één bepaald district winnen, maar je zal overal in het land een paar stemmen bij elkaar weten sprokkelen. Dan kun je toch gekozen worden. In Nederland kan dat. Bij zo'n meerderheidsstelsel zou dat niet kunnen. Dan nog een aantal termen. Voordat we gaan pauzeren, dat moet kunnen. Fracties en politieke partijen. Fracties, dat is niet zo ingewikkeld, dat zijn groepen van partijgenoten in de volksvertegenwoordiging. Dus de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, dat zijn dus die politici die daar zitten namens de PvdA. En ook de Eerste Kamer en Provinciale Staten en de gemeente werken op basis van die fracties. Fractie zie je ook niet terug in de grondwet, die term. En dan politieke partijen, die term komt ook niet in de grondwet voor. Dus je ziet dat heel veel van ons politiek systeem is eigenlijk ontwikkeld buiten de grondwet om. Politieke partijen, die zijn natuurlijk heel belangrijk in zo'n stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Een paar grondrechten zijn natuurlijk heel belangrijk. Het recht van vrijheid van meningsuiting en het recht van vereniging. Maar het is natuurlijk vreemd dat er niet echt een wet is die politieke partijen reguleert en beveiligt enzovoort. Dus er is nu een soort poging om een wet op de politieke partijen af te sluiten. Er is een conceptvoorstel van de wet op de politieke partijen. Waarom is dat nuttig? Een goed functionerende democratische rechtsstaat
heeft politieke partijen nodig. Dus aan de ene kant moeten politieke partijen beschermd worden, maar aan de andere kant moet de democratische rechtsstaat ook beschermd worden tegen politieke partijen die ons systeem proberen te ondermijnen. Maar misschien zijn jullie dat er niet mee eens, maar ik denk dan gelijk aan de partij van Geert Wilders, hè, die op allerlei manier ook grondrechtelijke principes onderuit probeert te halen. Dus dan is de vraag, hoe kan ons rechtssysteem beschermd worden tegen dat soort partijen? En in dat conceptvoorstel van de wet op de politieke partij is ook een verbod op een politieke partij geïntroduceerd. Althans, dat is het voorstel. Hè. Dit is nog geen geldend recht. En dat ziet er zo uit. Dus even voor de record, dit is geen geldend recht. Hier kun je het zien. Dus een politieke partij zou dan door de Hoge Raad kunnen worden verboden indien de partij door haar doelstelling of werkzaamheden een ernstige bedreiging vormt voor één of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Dus mocht dat het geval zijn, dan zou de Hoge Raad zo'n politieke partij dus kunnen verbieden en uitsluiten van de politiek. Dus als er een politieke partij is die bijvoorbeeld een ernstige bedreiging vormt voor het idee van periodieke, vrije en geheime verkiezingen, democratische besluitvorming, grondrechten, scheiding van machten, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, dan kan zo'n partij worden verboden door de Hoge Raad. Dit is van de wet op de politieke partijen. Sorry. En even nogmaals, dat dit heel duidelijk is, dit is een concept voorstel voor een wet. Hè? Dus dit is nog geen geldend recht. Dit is een voorstel. Ja. Nee, dat lijkt me niet. Soms wordt in de wettenbundel al wetten en regels opgenomen die nog niet in werking zijn getreden, maar waarvan we zeker weten dat dat gaat gebeuren. Maar dat kun je hier niet van zeggen. Dus ik neem aan dat die er niet in staat. Ja, want wat is de stand van zaken? Nou, er zijn twee internetconsultaties gehouden. Dus jullie hebben al de mogelijkheid gehad om je uit te spreken over dit wetsvoorstel. Waarschijnlijk hebben jullie dat niet gedaan. Maar die mogelijkheid hadden jullie wel. En de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dus Hanke Bruinslot, maar misschien is dat nu geswitcht, die gaf recentelijk nog aan om na het sluiten van die tweede internetconsultatie het wetsvoorstel via de ministerraad aanhangig te laten maken. En dan moet ze eerst een advies vragen aan de Raad van State. Maar het is wel interessant voor het gaan pauzeren om iets te citeren uit die internetconsultaties, want mensen maken zich hier heel druk over. Hè? Dus even een citaat. Dit wetsvoorstel is dictatuur. Immers, mensen die anders denken, wordt de mond gesnoerd. Eén citaat. Andere. Het aspect van partijverbod vind ik zeer bedenkelijk en ondemocratisch. Het gaat er ook vanuit dat de burger niet mondig genoeg is zelf een oordeel over een partijprogramma te vellen. Eén citaat. Dus het idee is, als een partij, politieke partij, daadwerkelijk een bedreiging is van de democratische rechtsstaat, dan gaan wij daar gewoon niet meer op stemmen. Dus in die zin is er ook al een controle. Dan hoeft de Hoge Raad zo'n partij niet te verbieden. Wij gaan er gewoon niet meer op stemmen. Hè, dat is een mening uit die internetconsultatie. En daarna kunnen we ook nog vaststellen dat verenigingen nu al verboden kunnen worden onder het burgerlijk recht. Hè, dus als een vereniging, een politiek partij zijn dat, als die aanzetten tot criminele handelingen, dan kunnen ze al verboden worden. Ja, dus als de werkzaamheid of doel van een bepaald rechtspersoon in strijd is met de openbare orde, dan kan zo'n rechtspersoon worden verboden, verklaard en ontbonden. En daar zijn gewoon al voorbeelden van. Ik denk dat jullie dit misschien verder gaan behandelen in de werkgroepen, dus ik ga er nu verder niet zoveel meer over zeggen. Ja, maar ook onder het burgerlijk recht zou dus een dergelijke politieke partij al verboden kunnen worden. Dus dan is de vraag een beetje wat dit daar dan aan toevoegt.
Maar het antwoord daarop lijkt me vrij evident. En dat is dat een politieke partij verboden kan worden als die een ernstige bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Dat is dus een heel specifieke reden voor verbieden die je niet in het burgerlijk recht wetboek ziet staan. Ja. Even kijken hoor. Onder bestaand EU-recht kun je ook al politieke partijen verbieden. Welke jurisprudentie verwijs je dan? Ja, precies. Van het Europees Verdrag voor de Europees Hof voor de Rechten van de Mens is dat dan, denk ik. Ja, dus daar is dit in zekere zin mee in overeenstemming. Ja. Dus er zijn inderdaad ook redenen. Dus je kunt ook gebaseerd op de grondrechten, op de mensenrechten, en gebaseerd op het burgerwetboek kun je ook al betogen dat bepaalde partijen of verboden zouden moeten worden. Maar toch wordt wel betoogd dat als we dit toevoegen, dat we daarmee een wat duidelijker kader hebben, hè, om te kijken naar dit probleem. Ja, even kijken, dan gaan we nu weer pauzeren. Ja. Dus om 10:50 gaan we weer verder. Ja, zullen we weer beginnen? Ik was net een beetje aan het rondlopen. En hierboven gaat zo meteen Vert Grapperhaus een hoorcollege staatsrecht geven. Niet aan jullie waarschijnlijk. Maar dus we gingen even een beetje kletsen. En hij is ook voor afschaffing van de Eerste Kamer. Dan weten jullie dat. En hij is dus hoogleraar staatsrecht hier bij ons. Maar hij was ook minister van Justitie, hè, vroeger. En hij wilde graag vanaf. Oké, dat gezegd hebbende, even het parlementair stelsel. Stil. Anders kan ik jullie niet toespreken. Overigens, ik vind het heel leuk als jullie komen, maar jullie zijn niet verplicht om hier te zijn, hè? Dat is geloof ik wel duidelijk. Even over het parlementair stelsel. Dus ik heb jullie geïntroduceerd dus tot het parlement, staat-generaal en de regering, koning en de minister. Dus hoe verhouden die zich tot elkaar? En dat is eigenlijk de essentie van het staatsrecht. Dus we komen nu tot de essentie van het staatsrecht. En dan zijn er twee regels die heel veel met elkaar te maken hebben. Dus eigenlijk is het gewoon één regel. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel. Dus daar wilde ik wat meer bij stilstaan. Politieke ministeriële verantwoordelijkheid, die is wel gecodificeerd in artikel 42 lid 2 van de grondwet. Daarin staat, koning is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk. Is dat echt een codificering van de ministeriële verantwoordelijkheid? Okay, in ieder geval ten dele. En de vertrouwensregel, dat betekent dat de ministersploeg of een individuele minister altijd op het vertrouwen van de meerderheid van de Tweede Kamer moet rekenen, anders moet hij wegwezen. Dat is gewoonterecht. En dan heb je ook nog een derde regel van het parlementaire stelsel, de ontbindingsregel. Dat houdt in dat
elk der kamers, dus Tweede en Eerste Kamer, die kan bij koninklijk besluit worden ontbonden. Dus de koning en een minister, die kunnen die kamers ontbinden. En dan moet iedereen wegwezen en dan komen er verkiezingen. Maar dus dat recht heeft de koning. Maar dat wordt tegenwoordig eigenlijk nooit meer gebruikt vanwege onvrede. Ja, als de regering ontevreden is over de Tweede Kamer, dat ze dan de Tweede Kamer ontbinden. Zo wordt dat recht niet meer gebruikt. Nu wordt het eigenlijk alleen gebruikt om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. En daar ga ik niet heel veel verder op in, want dat is eigenlijk niet echt een hoofdregel van ons parlementair stelsel. Dat ontbindingsrecht wordt vooral gebruikt om wanneer dus een kabinet zijn ontslag aanbiedt, om dan nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Dus dan moet de Tweede Kamer moet dan ontbonden worden. En dat kan op basis van dat recht, het ontbindingsrecht uit artikel 64 grondwet. Maar als je dat leest, dan schrik je wel even. Want het lijkt er gewoon op dat de koning samen met een minister de Tweede Kamer gewoon kan ontbinden wanneer hij daar zin in heeft. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. En de Eerste Kamer kan die ook ontbinden. Dan die ministeriële verantwoordelijkheid, dat is wel heel belangrijk. Waar vind je dat? Nou, eerst even iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis daarvan. Dus eerst had je zoiets wat we noemen strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. En dat betekent eigenlijk dat ministers strafrechtelijk verantwoordelijk konden gehouden voor ambtsmisdrijven die strijdig waren met de grondwet of de wet in formele zin. Dus ze waren daar strafrechtelijk voor verantwoordelijk. Koning niet, hè? De koning was onschendbaar, maar de ministers en staatssecretarissen enzovoort konden ook strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Maar dat is in de praktijk niet echt relevant meer. Het gaat nu meer om die politieke ministeriële verantwoordelijkheid. En die volgt dan uit artikel 42 lid 2, waarin staat dat de koning onschendbaar is, maar de ministers zijn verantwoordelijk. Dus de regering bestaat uit koning en ministers, maar uiteindelijk zijn eigenlijk alleen de ministers verantwoordelijk voor wat de regering doet, voor het regeringshandelen. Dat is die ministeriële verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk de opmaat voor het systeem wat wij nu hebben en die steeds groeiende parlementaire controle. Want als die minister verantwoording af moet leggen aan het parlement, dan heeft het parlement ook recht om die minister te controleren. En er zijn steeds meer mogelijkheden bijgekomen voor het parlement om die controle ook daadwerkelijk uit te oefenen. Dus dat is heel belangrijk. Maar de minister die is tegenwoordig wel echt voor heel veel dingen verantwoordelijk. En daar wil ik straks even een opsomming van maken. En dat is eigenlijk een soort bedrijfsverantwoordelijkheid of risicoverantwoordelijkheid. Want heel veel dingen waar de minister voor verantwoordelijk is, daar kan hij eigenlijk niet, of hij of zij eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dus het is meer een soort officiële ambtelijke verantwoordelijkheid dan een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus de minister is verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar de ministers tezamen zijn ook verantwoordelijk voor het handelen van de koning. En het is eigenlijk vooral de minister-president die zich steeds moet verantwoorden voor bepaald handelen van de koning. Want de koning is onschendbaar, dus de koning kan niet verantwoordelijk gehouden worden. De minister is verantwoordelijk voor het uitoefenen van de bevoegdheden die aan hem als of haar als minister zijn toegekend. Maar hij is ook verantwoordelijk, een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor het algemene beleid dat wordt bepaald in de ministerraad.
Dus de besluiten van de ministerraad, die genomen worden in de ministerraad, die vallen onder de verantwoordelijkheid van alle ministers gezamenlijk. Zelfs de ministers die het eigenlijk niet eens waren met dat beleid. Toch officieel daarvoor verantwoordelijk. De minister is ook verantwoordelijk voor al zijn of haar ondergeschikten. En dat zijn er natuurlijk heel veel. Dus iedereen die binnen dat ministerie werkt, valt onder de politieke verantwoordelijkheid van die minister. Je zult begrijpen dat in de praktijk kan zo'n minister natuurlijk niet elke individuele ambtenaar volledig controleren. Dus dat is een soort risicoverantwoordelijkheid. Ja, en de minister is ook deels verantwoordelijk voor het handelen van zijn of haar staatssecretarissen. Dus de staatssecretarissen die handelen onder zijn of haar verantwoordelijkheid. En tot op bepaalde hoogte is de minister, en dan vooral de minister-president, ook verantwoordelijk voor het privéhandelingen van de koning en het koninklijk huis. Dus je ziet vaak dat als, als de koning een of ander dubieus huis koopt in Mozambique of zo, dat dan premier Rutte daarover een verantwoording moet afleggen. Dat is natuurlijk heel oneerlijk, maar dat is wel een beetje hoe dat systeem werkt. Die ministeriële verantwoordelijkheid, dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid die werkt tegenover de Staten-Generaal en dan vooral de Tweede Kamer. Dus die ministeriële verantwoordelijkheid, die is niet een verantwoordelijkheid die geldt tegenover ten opzichte van ons, het volk, maar echt die andere macht, de volksvertegenwoordiging, de wetgevende, controlerende macht. Ja, wat ik wel interessant vind is of een minister ook verantwoordelijk is voor wat zijn of haar voorganger heeft gedaan, voor het beleid van zijn of haar voorganger. Dat wordt vaak wel betoogd, dat zo'n ministerie een soort voortdurend entiteit of ambt is. Dus dat je soms ook verantwoording moet afleggen voor beleid dat je voorganger, vaak van een heel andere politieke kleur, heeft vormgegeven. Ja, dus dat is een beetje de vraag of die politieke verantwoordelijkheid daar ook dat ook omvat. En ja, je ziet vaak soms wel dat een heel kabinet excuses maakt voor beleid uit het verleden en soms ook ontslag aanbiedt voor beleid uit het verleden. Dan heb je de vertrouwensregel. Dat is de andere belangrijke regel uit onze parlementair stelsel. Die is dus ongeschreven. Dus die volgt een beetje uit de parlementaire geschiedenis. En ja, mensen vragen altijd, waarom staat de vertrouwensregel, als die zo belangrijk is, eigenlijk de belangrijkste regel, waarom staat die dan niet in de grondwet? En eigenlijk is daar helemaal niet echt een goede reden voor. Dat is gewoon zo. En sommige mensen zeggen, ja, die vertrouwensregel is zo ingewikkeld en zo fluïde, dat kun je beter ongeschreven laten. Dan kan die mee evolueren met de praktijk. Maar het basisidee van de vertrouwensregel is helemaal niet ingewikkeld en fluïde en evolueert eigenlijk helemaal niet mee met de praktijk. Dus dat zou prima opgenomen hebben kunnen zijn geworden, ik weet niet of dat Nederlands is, in de grondwet. Maar feit is gewoon dat die er niet in staat. Nou, wat betekent dat dan in? Dat betekent eigenlijk dat één of meer ministers of één of meer staatssecretarissen en soms de hele ministersploeg in zijn geheel, die moeten ontslag aanbieden aan de koning als de meerderheid van de Tweede Kamer onvoldoende vertrouwen heeft in die ene persoon of in het hele kabinet. Dus het geldt niet voor de regering, het geldt voor het kabinet. Die vertrouwensregel die omvat niet de koning. Dus de Tweede Kamer kan niet een gebrek aan vertrouwen uitspreken in de koning. En dan zou de koning weg moeten. Nee, dat werkt zo niet.
Dus die vertrouwensregel die werkt alleen in de relatie tussen kabinet, dus niet de regering, kabinet en de volksvertegenwoordiging, Eerste en Tweede Kamer. Dat is de vertrouwensregel en dat is eigenlijk de kernregel van het parlementaire stelsel. En natuurlijk als een minister of een staatssecretaris ontslag aanbiedt aan de koning, dan gaat hij dat ook verlenen. Dat is meer een soort procedure. Dus feitelijk neemt hij gewoon ontslag. En daar is hij vanuit gewoonterecht is hij daartoe verplicht om dat ontslag te nemen. Het is dus niet een heel, hoe heet dat, solide baan. Je kunt altijd kwijtraken, zelfs vanwege redenen waar jij niet zo heel veel aan kan doen. Vanwege die risico bedrijfsverantwoordelijkheid die de minister heeft. Hoe weet je dan of de Tweede Kamer, of de Eerste Kamer, maar het gaat vooral om de Tweede Kamer. Hoe weet je dan of de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in je of in jouw kabinet? Het meest duidelijk is natuurlijk als de Tweede Kamer een motie van wantrouwen aanneemt. Ja, met meerderheid zegt we hebben geen vertrouwen meer in je. Dan is het duidelijk. Maar ja, dat is toch niet hoe het meestal gaat. Dus meestal blijkt zo'n gebrek aan vertrouwen gewoon uit de toon van een debat. Soms stelt een minister zijn toekomst afhankelijk van een bepaald wetsvoorstel. Dus dan zegt hij, dit wetsvoorstel dien ik nu in. Als jullie dat niet gaan aanvaarden, neem ik ontslag. En als dat dan niet aanvaard wordt, ja, dan moet hij ontslag nemen. Dus er zijn wel verschillende manieren waarop waaruit zo'n gebrek aan vertrouwen kan blijken. Ja. En als natuurlijk de meerderheid van de Tweede Kamer het vertrouwen is verloren in een kabinet, ja, dan moet het kabinet opstappen en dan komen er nieuwe verkiezingen. Maar dat zou dan ook betekenen dat een van de regeringspartijen dus ook het vertrouwen opzegt in de eigen regering. Dus dat is een beetje de vertrouwensregel. Ik nam zo aan dat die vertrouwensregel ook geldt voor de Eerste Kamer. Maar daar zijn toch wel verschillende opvattingen over. Hij geldt sowieso in de relatie tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Maar de vraag is of ook de Eerste Kamer het vertrouwen kan opzeggen in een minister of in het hele kabinet. En dat dan die minister of kabinet ook ontslag moet aanbieden aan de koning. En dat dus ook krijgt. Heeft de Eerste Kamer ook zo'n dergelijke macht over het kabinet? Ja, daar zijn dan verschillende opvattingen over. Sowieso gebeurt dat niet zoveel, dat de Eerste Kamer bij meerderheid het vertrouwen in de regering of in een minister of staatssecretaris opzegt. Dus het komt niet zoveel voor, het is meer de Tweede Kamer die dat doet. Maar ik denk dat de heersende leer is toch wel dat de Eerste Kamer die mogelijkheid wel heeft, in ieder geval in theorie. Hoe verhouden die ministeriële verantwoordelijkheid en die vertrouwensregel dan zich tot elkaar? Mijn collega Nick, die verwoordt dat volgens mij heel goed, die ziet de laatste als een soort sanctie op de eerste. De vertrouwensregel is een soort sanctie op de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus als je ministeriële verantwoordelijkheid niet goed uitoefent, dan ontbreekt het vertrouwen in je en moet je weg. Dus die twee beginselen hebben natuurlijk heel nauw met elkaar te maken. Maar dit is niet altijd zo. Want soms dan voldoe je je aan je ministeriële verantwoordelijkheden en verplichtingen, maar heeft de Tweede Kamer toch geen vertrouwen meer in je. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege dingen die je hebt uitgeoefend in je privéleven. Dus dat heeft dan niks te maken met jouw functioneren als minister. Maar het zou kunnen dat er bepaalde dingen
naar boven komen van wat je hebt gedaan in je privéleven, die ertoe leiden dat de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in je heeft. Ja, dus dan zijn die ministeriële verantwoordelijkheid en die vertrouwensregel niet helemaal compatible. Dus dan, het vertrouwen kan ook verloren worden, terwijl je prima je houdt aan je ministeriële verantwoordelijkheden en plichten. Het kan ook dat je in een vorige functie of dat je bepaalde dingen hebt gedaan die door de Tweede Kamer niet kunnen worden geaccepteerd. Ja, dus in die zin is er niet een één-op-één verhouding. En dan dat ontbindingsrecht, dus daar wil ik het niet heel uitgebreid over hebben. Elk der kamers kan bij koninklijk besluit worden ontbonden, maar dat ontbindingsrecht wordt dus niet meer gebruikt als de regering geen vertrouwen heeft in de kamers. Dus dit is niet een soort omgekeerde vertrouwensregel, zo moet je dat zeker niet beschouwen. Het wordt alleen gebruikt wanneer het kabinet ontslag heeft aangeboden, wanneer het vertrouwen van de Tweede Kamer is verloren en dus demissionair is en dat er dan nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Dan wilde ik toch iets vertellen over hoe dan die verantwoordingsplicht, hoe dat precies werkt. Dus welke middelen heeft de Tweede Kamer om controle uit te oefenen over het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen? Nou, allereerst, of de belangrijkste, dat vind je in artikel 68 van de Grondwet. Daarin staat dat de ministers en de staatssecretarissen geven de kamers mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen. Dus de minister en de staatssecretaris die moeten hebben een inlichtingenplicht. Die moeten inlichtingen verschaffen aan de volksvertegenwoordiging. Die kunnen niet zeggen van dat gaan we je niet, gaan we niet vertellen. Dus inlichtingenplicht. En die geldt eigenlijk gewoon voor alles wat er gebeurt in het ministerie of binnen de regering. Dus dat is een plicht van de minister om informatie te verschaffen. Maar er is ook een recht, corresponderend recht, van de Tweede Kamer om die informatie te eisen, te vragen. Ja, dus er zijn allerlei soorten vragenrecht. Je hebt het recht van interpellatie tijdens debatten in de Tweede Kamer. Je hebt ook een individueel vragenrecht. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Ja, je ziet dat heel vaak, dat een lid van de Tweede Kamer, die zegt dan tegen het NOS van, ik ben zo boos, ik heb een aantal kamervragen gesteld. En dat heeft hij dan natuurlijk ook gedaan. En dan heeft de regering een bepaalde tijd, dat is een beetje afhankelijk van de urgentie, om daarop te antwoorden. En die vragen en die antwoorden, die worden ook onmiddellijk openbaar gemaakt. Dus die kunnen jullie allemaal lezen. Maar er zijn ook meer ingrijpende manieren om inlichtingen te eisen. Bijvoorbeeld de beide kamers hebben het recht van onderzoek of van enquête. Ja, dat vind je in artikel 70 van de grondwet. Ja, dus er kan een parlementaire enquête worden ingesteld. En dan moeten leden van het kabinet moeten dan vragen beantwoorden van zo'n parlementaire enquêtecommissie. En alles is openbaar. Hè? Dus dat gebeurt allemaal in de openbaarheid. Maar als die verantwoording van de minister, als die dan tekortschiet, ja, wat kan de volksvertegenwoordiging dan doen? Nou, die kan dan het vertrouwen verliezen en dat laat zien door een motie van wantrouwen of op een andere manier. Nou wilde ik het eigenlijk over wetgeving hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Wetgeving wordt gemaakt door de regering en staat-generaal tezamen. Ja, dus als we het hebben over bevoegdheden van de regering meer in het algemeen, dan is het belangrijkste het vaststellen van wetten. En daarmee wordt bedoeld wetten in formele zin.
De procedure voor het maken van wetten vind je in artikel 82 tot 88 grondwet. Maar de regering kan ook lagere regelgeving vaststellen, dus koninklijke besluiten. En daarbij is dan de staat-generaal niet betrokken. Dus het zijn niet alleen wetten in formele zin, ook andere soort regelgeving. Ja, en wat de regering ook doet, daar had ik het net ook al over, is besturen. Maar daar gaan we het niet zo over hebben. Het gaat nu vooral over de rol van de regering in het vaststellen van wetten. Dus regelgevende bevoegdheden, dat is bevoegdheid tot vaststellen van algemene regels, regelgeving, dus wetten in het kort. En bestuursbevoegdheden, dat is de bevoegdheid om die algemene regels uit te voeren en in een concreet geval toe te passen. En dat doen bestuursorganen vooral via beschikkingen. Dit is iets dat meer gereguleerd wordt door het bestuursrecht en niet door het staatsrecht. Dus dat besturen, daar gaan we het over hebben in colleges 3 en 4. Dus dat is de regering. En dan staat-generaal, die doet dus ook mee aan het vaststellen van wetten. De regering en staat-generaal zijn samen de wetgevende macht. Maar zij doen ook controleren van de regering, vooral bij het bestuur. Oké, nou specifiek die wet en regelgeving. Dat is een beetje een meer technisch onderdeel. Maar wel belangrijk natuurlijk, want dat is een beetje wat de manier waarop het beleid wordt bepaald en vormgegeven. Dat gebeurt in wetten. En het uitgangspunt bij wet en regelgeving is dat legaliteitsbeginsel waar ik het voor de pauze over had. Dus geen bevoegdheid van een overheidsambt zonder dat daarvoor een grondslag bestaat in de grondwet of de wet in formele zin. Dus daarom is die wetgeving zo belangrijk. Want als er geen wetgeving ten grondslag ligt aan bepaald overheidsoptreden, vooral dwingend overheidsoptreden, dan mag dat niet. Dus wat is een wet in formele zin? Dat is een wet die tot stand komt door een bepaalde procedure. En die staat in vrij gedetailleerd, staat die uitgewerkt in artikel 82 tot 88. Dus dat moet je er dan gewoon doorlezen. Het is niet helemaal volledig. Sommige aspecten van die procedure staan daar niet in. Dus kijk vooral ook het boek door en luister naar wat ik daar dan over te zeggen heb. Maar ik ga dat niet heel uitvoerig doen. Dus hoe komt een wet in formele zin tot stand? Trouwens, als de grondwet het woord wet gebruikt, is dat altijd wet in formele zin. Ja, dat is misschien belangrijk om te onthouden. En wat is dan een wet in formele zin? Dat is een wet die tot stand komt door middel van de procedure die ik jullie nu ga uitleggen, maar die ook in artikel 82 tot 88 staat. Dus er zijn twee ambten, of twee organen, die een initiatief tot een wet mogen nemen. En dat is dan de regering en de Tweede Kamer. Nou, de koning zal nooit zelf een wet gaan bedenken, dus de regering moet je eigenlijk lezen als de ministers. Hè? En de meeste wetsvoorstellen komen ook vanuit een bepaald ministerie. De Tweede Kamer doet dat niet zo vaak. Dus de meeste wetsvoorstellen zijn voorbereid in een ministerie. Dus het initiatief daarvoor ligt bij de Tweede Kamer en bij de regering. Ja, die kunnen een wetsvoorstel indienen. Meestal als we dus kijken naar de standaardprocedure, dan wordt dus een wetsvoorstel voorbereid op een bepaald ministerie en dan ingediend door een bepaalde minister. En dan wordt dat voorstel wordt eerst besproken in de ministerraad. Dus dat wetsvoorstel wordt dan verzonden naar alle ministers en die kunnen dan zeggen wat ze ervan vinden in die raad. Daarna wordt zo'n wetsvoorstel voorgelegd aan de afdeling advisering van de Raad van State. En die gaat dan een advies schrijven over dat wetsvoorstel.
Soms zegt de Raad van State van nou, misschien kun je dit en dit nog een beetje aanpassen. Soms geeft ze bepaalde bedenkingen enzovoort. Zo'n advies, nou ja, dat woord zegt het eigenlijk al, is niet verplicht. Dus degene die dat wetsvoorstel heeft voorbereid, die kan dat advies ook niet opvolgen. Maar ja, de regel is wel dat je dan uitlegt waarom je dat advies niet op wenst te volgen. En de Raad van State die kijkt dan naar zo'n wetsvoorstel, maar die kijkt niet alleen of wat in overeenstemming is met al bestaand recht, maar die kijkt bijvoorbeeld ook of dat voorstel ja, eigenlijk wel uitvoerbaar is, of dat realistisch is enzovoort. Dus het is niet alleen een juridische check. Nou, daarna zendt dan de minister die verantwoordelijk is voor dat wetsvoorstel, die zendt dat dan naar aan de koning. Ja, en de koning die gaat het dan officieel vergezeld van een soort koninklijke boodschap aanbieden aan de Tweede Kamer. Maar goed, die koning die voegt daar meestal niet zoveel aan toe, gewoon een soort koninklijke boodschap. Nou, en dan gaat de Tweede Kamer zich buigen over dat wetsvoorstel. En meestal doet de Tweede Kamer dat niet plenair, maar in een soort commissie. Dus in bijvoorbeeld de buitenlandcommissie worden dan wetsvoorstellen behandeld die daar vooral betrekking op hebben enzovoort. En die commissie die gaat dan een verslag uitbrengen. En dat wordt dan gestuurd naar de gehele Tweede Kamer. En alle leden van de Tweede Kamer, die mogen amendementen voorstellen. Dus die mogen voorstellen doen om dat wetsvoorstel aan te passen. Dus individuele leden van de Tweede Kamer mogen zo'n amendementsvoorstel doen. Maar het moet wel aangenomen worden door de gehele Tweede Kamer. En dan wordt dus dat wetsvoorstel gewijzigd. Als er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer, dus dan is het wetsvoorstel anders dan het was. En dan zou je natuurlijk kunnen bedenken dat zo'n minister die dat wetsvoorstel ingediend heeft, ja, dat die helemaal niet kan leven met die wijziging. En dan kan zo'n minister zijn wetsvoorstel intrekken. Dat kan altijd. Of tenminste, op dat moment kan dat. Als die dat amendement totaal onaanvaardbaar vindt. Ja, dat zou ook apart zijn als dat niet zou kunnen. Als dan dat wetsvoorstel al dan niet geamendeerd wordt aangenomen, dan gaat het naar de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer heeft geen recht van amendement, dus die moet het gewoon accepteren of niet. En dan wordt het bekrachtigd. Als het door de Eerste Kamer heen is, wordt het bekrachtigd. Dat betekent dat de koning een handtekening zet en de betrokken minister. Het is ergens wel vreemd, vind ik dan, dat de koning ook zo'n wet tekent, want hij heeft daar tegelijkertijd geen enkele verantwoordelijkheid voor. Ja, dus meestal als je iets tekent, dan betekent dat, ik zie mijzelf als verantwoordelijk voor dit voorstel en I accept the consequences. Nou, dat geldt dus niet voor de handtekening van de koning, maar de minister is wel een soort van verantwoordelijk. Nou, zo'n wet moet dan bekendgemaakt worden voordat die in werking treedt. En dat vind ik altijd een beetje apart. Dus dat betekent dat zo'n wet wordt geplaatst in het Staatsblad. Maar ja, dat leest echt helemaal niemand. Dus wat dat bekendmakingsvereiste, ja, oké. Dat Staatsblad, vroeger kon je dat in papieren vorm lezen en nu kan je het alleen maar online lezen. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie dat regelmatig raadplegen. Maar goed, dat is nog steeds wel de regeling. Bekendmaking en dan pas in werking treding. Want als een wetsvoorstel in werking zou treden voordat die bekend is gemaakt, ja, dan hebben jullie daar geen kennis van kunnen nemen en dan kunnen jullie ook niet geacht worden daaraan gehouden te zijn. Maar ja, goed, wie consulteert nou regelmatig dat Staatsblad? Oké,
Er is ook een manier, dus dit is procedure. Dus nu definieer je wet in formele zin op basis van de procedure. Je kunt het ook kijken naar de inhoud. Hè, en verschillende vormen van regelgeving kun je dan onderscheiden naar inhoud. En dan het belangrijkste is een algemeen verbindend voorschrift. Dus je hebt algemeen verbindende voorschriften en je hebt regels die dat niet zijn. Dat zijn over het algemeen beschikkingen. En het staatsrecht heeft het vooral over algemeen verbindende voorschriften. Dus algemeen verbindende voorschriften mogen niet gericht zijn tot bepaalde rechtspersonen. Dus ze moeten algemeen gericht zijn. Vatbaar zijn voor herhaalde toepassing en externe werking hebben. Dat is een algemeen verbindend voorschrift. Ja, een synoniem daarvoor is wet in materiële zin. Dat is een term die vroeger nog wel veel gebruikt werd. Maar tegenwoordig wat minder. Dus we hebben het tegenwoordig vooral over algemeen verbindende voorschriften. Dus dat zijn voorschriften die niet gericht zijn tot een bepaalde rechtspersoon, die vatbaar zijn voor herhaalde toepassing en die externe werking hebben. En dat geldt eigenlijk voor de meeste regels van publiek recht. Oké. Niet alle algemeen verbindende voorschriften hoeven ook algemene maatregel van bestuur te zijn. Niet alle algemeen verbindende voorschriften zijn ook per definitie wet in formele zin. Dus je hebt ook algemeen verbindende voorschriften die niet volgens deze procedure tot stand zijn gekomen. En dat zijn dan vooral koninklijk besluiten. Dus daar wilde ik het dan even over hebben. Dus het staatsrecht, wat we nu bestuderen, dat gaat eigenlijk vooral over die algemeen verbindende voorschriften en eigenlijk niet over beschikkingen. Dus regels die alleen maar op één iemand en één situatie van toepassing zijn. Dat is meer iets voor bestuursrecht. Dus vormen van regelgeving die algemene verbindende voorschriften bevatten, ja, dat is de grondwet. Die is gemaakt door de grondwetgever. Die heeft de grondwet gemaakt en die herziet deze ook, als dat nodig zou zijn. Dus grondwet. Je hebt wetten in formele zin, dat hebben we uitgebreid behandeld. Dat zijn wetten die tot stand komen volgens deze procedure. Dus daar zijn regering en staat-generaal bij betrokken. En dan heb je ook algemene verbindende voorschriften die niet door regering en staat-generaal zijn vastgesteld, maar door de regering in zijn eentje. Dus daar is de staat-generaal dan niet bij betrokken. En dat zijn algemene maatregelen van bestuur en kleine koninklijke besluiten. Dus dat zijn allebei, algemene maatregelen van bestuur en kleine koninklijke besluiten, zijn allebei koninklijke besluiten. Dus wat zijn koninklijke besluiten? Dat zijn besluiten die door koning en één of meer ministers zijn ondertekend zonder staten-generaal. Dat is een koninklijk besluit en daar heb je twee voorbeelden van, of twee categorieën. Je hebt algemene maatregelen van bestuur en je hebt kleine koninklijke besluiten. Dus een algemene maatregel van bestuur, sorry hoor, dit is allemaal een beetje saai, maar dat moet allemaal maar. Een algemene maatregel van bestuur is een besluit van de regering waarin regels uit een wet in formele zin verder worden uitgewerkt. En een klein koninklijk besluit doet dat eigenlijk ook, maar die komt tot stand via een andere procedure. Dus die moet voldoen aan andere vormvereisten. Dus als je wil weten of iets een algemene maatregel van bestuur is of een klein koninklijk besluit, moet je kijken naar de vormvereisten. En een algemene maatregel van bestuur, die moet zijn besproken in de ministerraad. Dat zie je in artikel 4, reglement van orde voor de ministerraad. En de Raad van State moet zijn gehoord. Dus de Raad van State moet gevraagd zijn om een advies uit te brengen. Dus in die zin lijkt het wel een beetje op de procedure voor een wet in formele zin. Alleen doet de staat-generaal dan niet mee.
maar wel ministerraad, wel raad van state. En zo'n algemene maatregel van bestuur moet worden gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is tegenwoordig alleen maar online beschikbaar. Jullie kunnen dat consulteren. Een klein koninklijk besluit daarentegen is ook een koninklijk besluit. Dus komt ook tot stand door alleen koning en betrokken minister. En ook zonder medewerking van de Staten-Generaal. Maar dat is een veel eenvoudiger procedure. Dus het enige wat daar belangrijk is, is publicatie in het Staatsblad. Dus de ministerraad hoeft, het ontwerp hoeft niet te worden besproken in de ministerraad. En de Raad van State hoeft ook niet te worden gehoord over zo'n klein koninklijk besluit. En meestal gaat zo'n klein koninklijk besluit over dingen als benoemen en ontslag van bepaalde ambtsdragers, ministers, commissaris van de koningin enzovoort. Dus over dingen, zaken die wat verder afstaan van algemene wetgeving. En dan heb je nog een ministeriële regeling. En die worden in de Staatscourant, dus niet in het Staatsblad, maar de Staatscourant gepubliceerd. Ja, en die worden afgekondigd door een minister, dus daar doet zelfs de koning niet aan mee. Dus daarom is zo'n ministeriële regeling ook geen koninklijk besluit. Die wordt afgekondigd door alleen maar de minister. Dat is een beetje hoe dat werkt. Kijken of er nog... Ja, kunnen we nog wel even dit doen. Voordat we gaan pauzeren wilde ik even iets zeggen over een heel belangrijk onderwerp. Wat betreft die wet en regelgeving. Dus jullie hebben gezien, er zijn verschillende soorten regelgeving. Je hebt de grondwet, die wordt herzien en bijgehouden door de grondwetgever. Je hebt wetten in formele zin, die worden gemaakt door regering en staat-generaal tezamen. En je hebt koninklijk besluiten, waaronder dus algemene maatregelen van bestuur en kleine koninklijk besluiten. Die worden afgekondigd door koning en een of meer verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen. En dan heb je die ministeriële regeling, die wordt gemaakt door een minister zelf. Trouwens, als een staatssecretaris een regeling afkondigt, heet dat ook een ministeriële regeling. Dat is een beetje ongelukkig, maar dat is hoe dat de traditie. Oké, dus je hebt allemaal van die verschillende soorten en lagen van wet en regelgeving. En soms wordt een bepaalde bevoegdheid tot het maken van dat soort regels wordt overgedragen aan een ander ambt. En daar gaat delegatie over. En dat is wel belangrijk, hè? Want we weten vanwege het legaliteitsbeginsel, elk dwingend optreden van de overheid moet gebaseerd zijn op een wet. En die moet uiteindelijk terug te herleiden zijn tot grondwet of wet in formele zin. Dus als die regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd aan bijvoorbeeld de regering of een minister, dan moet er voor die delegatie een basis zijn in de wet, die is terug te herleiden. Maar om delegatie uit te leggen, moet ik het eerst hebben over attributie. Dus attributie, dat gaat over het creëren van een nieuwe bevoegdheid. Dus één bepaald ambt, regering, die creëert een bevoegdheid en kent die bevoegdheid toe aan een ander ambt. Je mag nooit jezelf een bepaalde bevoegdheid toekennen. Dus één ambt kent een bevoegdheid toe aan een ander ambt. Als je kijkt naar de grondwet, dan is het altijd de grondwetgever die via de grondwet een bepaalde bevoegdheid toekent aan de wetgever. Dus de grondwetgever kent een bepaalde bevoegdheid toe aan de wetgever. Dat is een vorm van attributie. Dus in de grondwet is eigenlijk altijd een beetje hoe dat werkt. Dus het ene ambt, grondwetgever, kent een bevoegdheid toe aan een ander ambt, de wetgever. En die bevoegdheid bestond nog niet, die wordt gecreëerd.
Dus het creëren van een nieuwe bevoegdheid. Attributie, creëren van een nieuwe bevoegdheid en die dan geven aan een ander ambt. Ik denk dat het voor jullie het makkelijkste is om te onthouden dat attributie, dat eigenlijk alleen de grondwetgever zelf dat kan, dat mag. Als het gaat om regelgevende bevoegdheid. Dus de grondwetgever is de enige die nieuwe bevoegdheid tot regelgeving kan creëren uit het niets. En die grondwetgever moet dat dan overdragen, niet aan zichzelf, hè, maar aan een ander ambt. En meestal is dat dan de wetgever in formele zin, hè, dus de staat-generaal en de regering tezamen. Dat is attributie. Nou, omdat studenten dat moeilijk vinden, had ik dan wat voorbeelden. Dus artikel 81 uit de grondwet. Hey, je ziet dat alle voorbeelden komen uit de grondwet. Dat is ook logisch, want alleen de grondwetgever kan nieuwe bevoegdheden creëren. Hè, dus regelgevende bevoegdheden. Hè, dus alleen de grondwetgever kan dat doen, attributie. Artikel 81 grondwet. De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Dus volgens artikel 81 grondwet, hè, wordt het recht om wetten in formele zin te maken, wordt gecreëerd en overgedragen aan de wetgever. Artikel 107 grondwet, die bouwt daar eigenlijk een beetje op voort. Ik ga dat citeren. De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten. En de wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast. Einde citaat. Nou, dit is een beetje een onhandige formulering, want het lijkt er natuurlijk op dat, dat hier de wet bepaalde opdrachten krijgt, maar de wet bestaat natuurlijk niet. Ja, dus die bevoegdheden worden aan de wetgever, degene die die wet maakt, geattribueerd. Ja, en dat is de wetgever in formele zin. 124 en 127 gaan over decentrale wetgeving of regelgeving. Dus artikel 124 lid 1. Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regelen van bestuur in zaken hun huishouding aan hun besturen overgelaten. Einde citaat. Dus de provincies en de gemeenten krijgen volgens artikel 124 lid 1 bestuursbevoegdheid. Dus geen regelgevende bevoegdheid, bestuursbevoegdheid. En als je dan naar 127 kijkt, dat gaat wel over regelgevende bevoegdheid. Provinciale staten en de gemeenteraad stellen de provinciale onderscheidelijk de gemeentelijke verordeningen vast. Dus hier geeft de grondwetgever, die attribueert aan provinciale staten en de gemeenteraad het recht of de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften op provinciaal en gemeentelijk niveau vast te leggen. Dat is attributie. Creëren van een nieuwe bevoegdheid. En jullie moeten dan leren dat dat eigenlijk de grondwetgever is die dat doet. En die die bevoegdheid creëert uit het niets. En die dan geeft aan een ander ambt, gemeente, provinciale staten. Maar meestal is het de wetgever in formele zin. Dus staat-generaal en regering. Nou, wat is dan delegatie? Dat is het overdragen van zo'n bevoegdheid. Dus de bevoegdheid is gecreëerd en gegeven aan een bepaald ambt. En dat ambt mag dan onder bepaalde voorwaarden die bevoegdheid weer geven aan iemand anders. Dus delegeren. Dus het ambt waaraan een bevoegdheid is geattribueerd door de grondwetgever, draagt die bevoegdheid vervolgens dan weer over aan een ander ambt. En dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. En een ambt van de Rijksoverheid, hè, dus de wetgever in formele zin, die delegeert meestal aan een ander ambt binnen die Rijksoverheid. Dus de wetgever in formele zin, die delegeert heel vaak aan de regering. Of aan een minister.
Het komt niet heel vaak voor dat zo'n bevoegdheid dan gedelegeerd wordt aan een gemeente of een provincie. Provinciale staten of de gemeenteraad. Zo werkt dat meestal niet. Dus het blijft op hetzelfde niveau. Ook daar zijn dan weer voorbeelden van. En er zijn ook duidelijke regels wanneer delegatie mag en wanneer het niet mag. En dat is daar is een bepaalde terminologie voor bedacht. Even kijken hoor, kan dat nog? Ja, dat moet ik. Nee, ik denk dat we toch even moeten pauzeren, want dat duurt nog wel even. Dus dan gaan we nu even pauzeren. Hoe laat is het nu? Oh ja, dus dan 10:50 komen we weer bij elkaar. 11:45. Oké, zullen we weer? Oké, we gaan om 12:45 stoppen, hè? Dus we hebben nog een half uurtje. Ik wilde nog even dat verhaal van de delegatie afmaken. En daarna wilde ik het hebben over de rechtspraak. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dus er zijn bepaalde formuleringen waaraan je kunt opmaken dat delegatie toegestaan is. Dus als je in de, dus we hadden net gezien, de grondwetgever die creëert meestal een bevoegdheid en geeft die dan aan een ander ambt. Dat noemen we attributie. En nu is de vraag, mag dat ambt aan wie dus die nieuwe bevoegdheid is gegeven, mag die die bevoegdheid delegeren, overdragen aan een ander ambt? En dat mag alleen als bepaalde formuleringen in de grondwet zijn gebruikt. Dus dit is gewoon iets wat je moet weten, hoef je niet per se te begrijpen of zo. Dus zodra de grondwetgever het woord bij of krachtens de wet gebruikt, dan kan delegatie, dan is delegatie mogelijk. Bijvoorbeeld, als er staat buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen. Dat is artikel 15 uit de grondwet. Dus buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen. Dat betekent dat niet alleen bij wet uitzonderingen bepaald mogen worden, maar het kan ook krachtens de wet. En dat betekent dat de wetgever in formele zin die bevoegdheid kan delegeren. Bijvoorbeeld aan een minister of aan de regering. Als er staat bij wet, dan moet de wetgever dat zelf gaan reguleren. Kan dat niet overlaten aan een minister. Dat is een beetje het idee. Op zich is dat intuïtief wel te begrijpen. Dus als het staat bij wet, betekent het moet bij de wet. Dus de wetgever in formele zin moet regels stellen. Als er staat bij of krachtens de wet, dan kan de wetgever die bevoegdheid ook delegeren aan de regering of aan een minister. Als de grondwet
het woord regels of regels stellen of iets in die trant gebruikt, is ook delegatie toegestaan. Dat moeten jullie weten over de grondwet. Bijvoorbeeld, artikel 2, eerste lid van de grondwet zegt, de wet regelt wie Nederlander is. Dat is wat er staat. De wet regelt wie Nederlander is. Dat betekent dat die bevoegdheid om te bepalen wie Nederlander is en wie niet, in eerste instantie aan de wetgever in formele zin is toegekend. Dus de regering en staatsgeneraal tezamen. Maar die bevoegdheid kan ook ten dele worden gedelegeerd. Bijvoorbeeld aan alleen de regering. Hoeft niet, hè, maar mag wel. Als we dan kijken naar de terminologie in wetten in formele zin. Hoe werkt het daar? Nou, een beetje vergelijkbaar. Eigenlijk gewoon helemaal vergelijkbaar. Als er staat bij, dan moet het op die manier worden gedaan. Als er staat bij of krachtens, dan kan gedelegeerd worden. Dus in een wet in formele zin staat er dan meestal bij algemene maatregelen van bestuur. Moet dit en dit worden uitgewerkt. Dan moet het dus een algemene maatregel van bestuur zijn die dat uitwerkt. Als er staat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, dan kan de regering, die maakt algemene maatregel van bestuur, kan die bevoegdheid delegeren aan een individuele minister en die maakt er dan een ministeriële regeling van. Dus bij algemene maatregel van bestuur moet middels een algemene maatregel van bestuur. Staat er bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, dan kan het ook via een ministeriële regeling. Maar dan moet de regering wel eerst delegeren. Dus die minister kan niet zelfstandig dan een regeling gaan maken. Die moet wel de opdracht daartoe krijgen van de regering. Dat is een beetje hoe het werkt. Misschien om het duidelijk te maken nog wat voorbeelden. En uiteraard, de ambten waaraan je kan delegeren, die zijn, daar ben je natuurlijk niet helemaal vrij in. Sowieso mag je niet omhoog delegeren, dus je mag niet delegeren aan een hoger ambt. Delegeren is echt naar beneden. Dus als de gemeenteraad bepaalde bevoegdheden heeft, kan die niet delegeren aan de grondwetgever of zo. Ik bedoel niet dat dat ooit gebeurd is, maar dat kan dus niet. Dus daar zijn ook wel bepaalde beperkingen. En je moet uiteraard delegeren aan een bepaald ambt. Dus, als er staat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur moet iets geregeld zijn, dan kan de regering natuurlijk niet delegeren aan hoogleraar dit en dit aan de Universiteit Rotterdam. Je moet dan delegeren aan een ander ambt, zoals een minister. Nou, laten we even naar wat voorbeelden kijken. Artikel 2, lid 4, grondwet. Die zie je niet in de lijst, want dat is geen voorbeeld van delegatie. Daarin staat, ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen bij wet bepaald. Staat bij wet bepaald, dus geen delegatie mogelijk. Het is echt de wet die dat moet bepalen. Dus de wetgever in formele zin, regering en staten-generaal, die moet de uitzonderingen vaststellen die gelden op het recht om je land te verlaten. Dus alles moet in een wet in formele zin zijn behandeld. Dus dat is geen voorbeeld van delegatiemogelijkheid. Dan artikel 2 lid 1 grondwet, die hebben we eigenlijk al een beetje bekeken. Daarin staat de wet regelt wie Nederlander is. Dan is delegatie door de wetgever naar een ander ambt dus mogelijk, want de terminologie die gebruikt wordt is regelen. Artikel 10 lid 1 grondwet, daarin staat ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Nou, daar staat behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Dus dan is er ook weer delegatie mogelijk, hè? Want er staat bij of krachtens. Als er staan bij wet,
te stellen, beperkingen. Dan mocht alleen de wetgever in formele zin die beperkingen vaststellen. Maar nu is het bij of krachtens. Dus nu mag de wetgever die bevoegdheid ook weer overdragen aan een lager ambt. Dus dat zijn voorbeelden uit de grondwet. Als we dan kijken naar voorbeelden uit de wetten in formele zin. Dan had ik ook weer wat voorbeelden bedacht. Artikel 15 bijvoorbeeld van de bekendmakingswet. Dat gaat over bekendmaken van regelgeving. Daar staat bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld, et cetera, et cetera. Er staat bij algemene maatregel van bestuur. Dus het moet echt via een algemene maatregel van bestuur geregeld worden. In artikel 16 lid 1 bekendmakingswet staat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld enzovoort. Dan wordt de terminologie bij of krachtens gebruikt, dus dan kan er wel gedelegeerd worden. Dus dan hoeft het niet in een algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt, maar de regering kan die regelgevende bevoegdheid weer overdragen aan bijvoorbeeld een individuele minister. Dus eigenlijk is het niet heel ingewikkeld. Als er staat of krachtens, delegatie mogelijk. Als dat er niet staat, dan moet het echt in die vorm van regelgeving worden vastgesteld. Daar is ook jurisprudentie over. Dus dat is de tweede zaak die jullie moesten lezen voor vandaag. Er waren ook twee zaken. Dit is een hele oude zaak, die gaat over vuurwerk, dat is misschien wel toepasselijk. Dat is een man en die verpakte en bewaarde vuurwerk in strijd met bepaalde regels. Ja. Ah, deze stond daar niet bij. Oké, dat is dan een beetje jammer. Misschien kunnen jullie deze dan ergens deze week zelf bekijken. En als je het harmonisatiearrest al gelezen hebt, is prima. Dat ging ik eigenlijk volgende week bespreken, want dat gaat ook over doorwerking van internationaal recht. Dus dat is zeker niet zonde van de tijd. Dus het vuurwerkarrest, maar dank dat u dat even signaleert, dat is wel belangrijk. Dus het vuurwerkarrest, dat hebben jullie dan waarschijnlijk niet bestudeerd, maar dat geeft niet, moet je dan ergens deze week doen. Dat ging over een man die verpakte en behandelde vuurwerk in strijd met een ministeriële regeling. Dus het gaat over delegatie, hè? Dus artikel 1 van een wet in formele zin delegeerde de bevoegdheid tot het vaststellen van voorschriften omtrent het vervoer, doorverkoop enzovoort van vuurwerk aan de regering. Middels de terminologie bij algemene maatregel van bestuur. He, dus een wet in formele zin zei bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden over het gebruik van vuurwerk en de verkoop ervan. Bij algemene maatregel van bestuur. Dus dan stond niet bij of krachtens, stond bij. He, dus dan moet dit geregeld worden in een algemene maatregel van bestuur. Maar die algemene maatregel van bestuur, die had het aan de minister overgelaten om vast te stellen welke soorten vuurwerk verboden waren en welke niet. En welke op een bepaalde manier verpakt moesten worden enzovoort. Dus die had een deel van die regelgevende bevoegdheid gedelegeerd aan een individuele minister. En ja, daar had de Hoge Raad had daar problemen mee. En die overwacht ook dat die regelgeving onverbindend was. Omdat de delegatieterminologie zoals gebruikt in die wet in formele zin helemaal geen ruimte liet voor verdere delegatie aan de minister. Dus het had allemaal geregeld moeten worden in een maatregel van algemeen bestuur. Algemene maatregel van bestuur. En de regering had die bevoegdheid niet deels verder mogen delegeren aan de minister. En had dat wel gedaan.
Dus die regelgeving was niet rechtmatig tot stand gekomen. En vanwege het legalisatiebeginsel was die regelgeving dan ook niet verbindend. Jullie moeten thuis maar even dat vuurwerkarrest lezen, maar daar gaat het eigenlijk over. Dus volgens de wet in formele zin moest bij maatregel van bij algemene van maatregel van bestuur nadere regels vastgesteld worden. Het stond niet bij of krachten, stond bij. Dus de regering had die bevoegdheid nooit deels mogen delegeren aan een minister en had dat wel gedaan. Nou, kort iets over de rechterlijke macht, de rechtspraak. Ja, die functioneert relatief onafhankelijk van de andere twee, hè, van de volksvertegenwoordiger en de regering. En dat is ook echt de bedoeling, hè, dat die zoveel mogelijk met rust wordt gelaten. Als je wil weten wie er behoort tot de rechterlijke macht, nou ja, dat vind je in artikel 112, 113 van de grondwet. Sorry, dat vind je in artikel 116. Wie behoort tot de rechterlijke macht? Nou, dat is de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad. Dat is interessant, hè, want bepaalde, wat wij zouden noemen rechtbanken, hoor je daar dus niet bij. De rechtbank, gerechtshoven en de Hoge Raad. Dus de afdeling rechtspraak van de Raad van State, een beroepsrechter in het bestuursrecht, die hoort daar dan officieel niet bij. En de leden van de rechterlijke macht, dus rechters, die worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Dus die kunnen niet vanwege bepaalde politieke opvattingen worden ontslagen. In ieder geval niet kunnen ze bij koninklijk besluit worden ontslagen. Ze worden aangesteld bij koninklijk besluit, maar niet worden ontslagen. Dat is, garandeert ook hun onafhankelijkheid van de andere machten. Nou, wat doen rechters dan? Nou, die kunnen geschillen over burgerlijke rechten beslechten. Maar ook strafbare feiten kunnen ze berechten. En ze hebben bevoegdheid tot berechting van geschillen tussen burgers en bestuursorganen. Dus bestuursrechtspraak. Dus dat is een beetje wat ze doen. En nou kun je afvragen, is dat dan helemaal volledig? Dus kun je altijd bij de rechter terecht voor alle geschillen die je hebt? Nou ja, niet echt. Als je een probleem hebt met een algemeen verbindend voorschrift, dus een regel die algemene werking heeft, dan kun je daar eigenlijk met jouw bezwaar kun je daarmee niet naar de bestuursrechter. Dat is iets wat we over 2 weken verder gaan bespreken. En dan zou je in beginsel terecht moeten bij de burgerlijke rechter en dan begin je dus een onrechtmatige daadsactie tegen de overheid. En wat heel erg in de media is nu, is dat de rechter wetten in formele zin niet mag toetsen aan de beginselen uit de grondwet. Daarin is Nederland volstrekt uniek, want de meeste rechters in andere landen om ons heen mogen dat wel. Dus als jij een bepaalde wet in formele zin strijdig vindt met bepaalde grondrechten, dan kun je niet daarmee naar de rechter en dan zeggen van, ik vind dat deze wetgeving in strijd is met mijn grondrechten, kunt u die wet onverbindend verklaren. Dat kan niet, want de rechter mag wetgeving in formele zin niet toetsen aan de grondwet. Dat is eigenlijk absurd, maar dat toetsingsverbod dat staat nog steeds in onze grondwet en daar is nu heel veel over te doen, al heel lang. En ik zag vanochtend in de krant, in de Trouw, op de voorpagina, daar staat dat een van de voorstellen van Omtzigt om een soort kamercommissie in het leven te roepen die wet in formele zin kan toetsen aan de grondwet, dat dat nu is aangenomen. Dus het lijkt een beetje te veranderen. Maar wat heel veel mensen, vooral wetenschappers, maar ook wel bepaalde politici willen, is dat we komen van het toetsingsverbod. En dit is het toetsingsverbod.
Dus daarin staat, de rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten in formele zin en verdragen. Dus het is de rechter verboden om wetten in formele zin te toetsen aan bijvoorbeeld grondrechten. En dat is heel uniek in de wereld. Zijn wij een van de weinige landen met zo'n toetsingsverbod. Als je kijkt naar een van onze buurlanden, Duitsland, die hebben juist een constitutioneel hof. Dat is een hof dat alleen maar toetst. Dat is hun fulltime baan. Dus bij ons mag het niet. In Duitsland hebben ze daar een speciaal hof voor om dat te doen. En Omtzigt, die wil dat we in Nederland ook zo'n constitutioneel hof krijgen. Ja, waarin dus rechters zitten die eigenlijk alleen maar wet in formele zin gaan toetsen aan beginselen van de democratische rechtsstaat en dan vooral grondrechten. Maar bij ons mag dat dus niet. He, dat is het toetsingsverbod. Dat is heel controversieel. Even kijken, wat hebben we hier verder nog? Oh ja, ik wilde nog iets zeggen over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter. Dat is wel belangrijk. Dat zijn twee heel belangrijke begrippen en die je ook uit elkaar kunt halen. Dus onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijk betekent niet afhankelijk van de andere machten. Dus dat gaat echt over die trias politica. Dus de rechtgevende, rechtsprekende macht, sorry, is niet afhankelijk van de wetgevende en de uitvoerende macht. Dat is wat we bedoelen met onafhankelijkheid van rechtsprekende macht. Dus ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, dat is ook de manier voor de rechter om controle uit te oefenen op de andere ambten, op de andere machten, de regering en de staat-generaal. En dat blijkt ook uit allerlei artikelen, bijvoorbeeld artikel 17. Daarin staat, ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijk termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Dus daar hebben wij allemaal recht op. En een onafhankelijke rechter is een rechter die dus onafhankelijk is ten opzichte van wetgever en het bestuur. Die onafhankelijkheid is ook gebaseerd op internationaal recht. Hè, en dan vooral op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar wil ik volgende week heel veel over vertellen als het over grondrechten gaat. Maar artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert ook een recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld. Nou ja, er zijn verschillende vormen van onafhankelijkheid die je kunt onderscheiden. Dat is misschien wel belangrijk. Je hebt persoonlijke, zakelijke en institutionele onafhankelijkheid. Persoonlijke onafhankelijkheid houdt in dat er waarborgen moeten zijn tegen ingrepen door de rechter of de regering in de rechtspositie van de individuele rechter. Dus een individuele rechter mag zich niet onder druk van bestuur of volksvertegenwoordiging voelen staan. Nou ja, hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door rechters voor het leven te benoemen en niet een tijdelijk contract aan te bieden dat eventueel verlengd kan worden of eventueel niet. Dus rechters worden voor het leven benoemd, wel door bij koninklijk besluit, maar daarna heeft de regering er niks meer mee te maken. En ja, leden van de rechterlijke macht kunnen natuurlijk wel ontslagen worden, maar niet door regering of staat-generaal, maar door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. Dus ze kunnen alleen zichzelf ontslaan, zeg maar. Binnen de rechterlijke macht is er natuurlijk wel een bepaalde controle op functioneren van de rechters. Dus dat is heel belangrijk. En dan die zakelijke onafhankelijkheid. Ja, dat houdt in dat een rechter
bij het beoordelen van een bepaald geschil ook niet door bestuur of de volksvertegenwoordiging zeg maar, inhoudelijk kan worden beïnvloed. Dus de wetgever en het bestuur mogen geen aanwijzingen geven of proberen een lopende rechtszaak te beïnvloeden. Dat is natuurlijk interessant, want heel vaak, vooral bij die high-profile zaken, dan wordt er aan de politie heel vaak gevraagd van wat vind jij daar nou van? Die berechting van Ridouan T. of zo. Dan wordt aan politie gevraagd van nou, wat vind jij daar nou van? En dan moet zo'n politicus dus terughoudend zijn, omdat hij zich niet mag mengen in zo'n lopende zaak. Dat is de zakelijke onafhankelijkheid. En institutionele onafhankelijkheid, dat gaat over hoe het in de grondwet en in overige wetgeving is geregeld. En dan nog de onpartijdigheid, dat is iets anders. Dus onafhankelijkheid is onafhankelijk van de wetgevende en de uitvoerende macht. Nu hebben we het over onpartijdigheid. Dat betekent dat de rechter in een geschil niet de partij van de een of de ander mag kiezen. De een of de andere partij. Dus dat is de neutraliteit van de rechter tegenover die kwestie die hij of zij voor zich heeft. Dat vind je ook wel een beetje terug in de wet. Dus artikel 17 lid 1 grondwet, die heeft het over een onpartijdige en onafhankelijke rechter. Maar het belangrijkste is denk ik het wrakingsrecht. Daar hoef je nu niet in detail iets over te weten. Maar als je dus als partij in een geschil het idee hebt dat de rechter niet onpartijdig is, dan kun je proberen zo'n rechter te wraken. Als je echt objectieve redenen hebt om aan te nemen dat zo'n rechter niet objectief is in een bepaald geschil, kun je hem wraken. En dat gebeurt best wel vaak. En wraken gebeurt dus altijd op advies van een bepaalde procespartij. Van onpartijdigheid heb je ook weer verschillende aspecten. Dus je hebt subjectieve onpartijdigheid. Dat gaat over de vooringenomenheid van een rechter. Door een rechter is ook een mens. Dus die kan bepaalde opvattingen hebben, politieke opvattingen. Maar die moet hij of zij even buiten de deur houden. Dat is soms natuurlijk niet heel eenvoudig als een geschil duidelijke politieke context heeft. En dan is er ook objectieve partijdigheid. Dat houdt in, dat gaat meer om de feiten. Dus niet wat er in het hoofd van de rechter afspeelt, maar meer feiten. Dus als een rechter bijvoorbeeld een van de twee partijen bijzonder goed kent, ze waren vroeger vrienden of zo, of ze delen bepaalde belangen, ze hebben interesses in bepaalde zaken, gedeelde interesses, dan kan zo'n rechter natuurlijk ook niet partijdig oordelen. Dus het gaat niet alleen om zijn vooringenomenheid, maar ook om de feiten. Dus een rechter moet niet alleen partijdig zijn, maar moet ook zeg maar, naar de buitenwereld toe onpartijdig blijken. Dus dat is wel een groot verschil tussen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Nou, daar wilde ik het eigenlijk mee afsluiten. Dus dat was het. En dan zien we elkaar volgende week weer in dezelfde plek. En dan neem dan wel je jurisprudentiebundel mee, want dan gaan we die arresten feitelijk samen bestuderen. En dan kun je gewoon de relevante stukken onderstrepen. Ik geef dan aan wat die dan zijn.